time. So many natives I need, but say, do no mas ribi. How many words to talk, I've sale guinti, uno me arki. So many arip sale, u atra huevo soso, sa utandu. Ai mi strana, mi love you. So lazy day epsa, du ere no benja, di casu ati de na famili de so far away. Trobieme ala dei. Ma lo vide na ala sei, sollisa abina fili, fu lo vidi dendra pe. So merinetti sai di prazeri, tu no mastrivi. O meni uor tu tanti, a sale guinti, un nome archi. So meni ari sale, u atra te. Soso sa ukandu ai mi strana mi love you Think that you are one. I think it's sweet, Franan. We are a young man for beating a press. Be un betan. So many natives I need, Praxeni, do no mas ribi. So many words to talk, of sale guidi, uno me archi. So many. O atrás levo soso, ai sa o candu, mami strana, me love you, oh strana, me love you, ai strana, me love you. Ai strana, me love you. Een goedemorgen vanuit Sweetie Suriname. Dit is het programma Eva na 9 en mijn naam is Gloria Botse. Wij heten u van allen hartelijk welkom. En we gaan het doen zoals Harry Jong Lloyd deed vroeger bij Radio Pinti, dacht ik. En die zei, Archibang in a foto. Abrawatra, awanspe unde Radio 9. Ebaru van Biggie Odi. We zijn er weer bij. Het is vandaag 7 december 2022. Mensen, we steven af op weer volgend jaar 2023. Laten we hopen dat we met z'n allen het redden. Want you never know, you know. Life can change in a split of a second. Voor de mensen die vandaag jarig zijn. Hiep, 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 hiep. Hoorre! Degene in het ziekenhuis van harte beterschap. Degene die ziek zijn ook van harte beterschap. Speedy recovery. De mensen die in de gevangenis zitten. Ook heel veel sterkte daar. En maakt u dus vervolgens betere keuzes. En degene die iemand hebben verloren, ook heel veel sterkte met het verwerken van het verlies. Vandaag gaan we het hebben over verschillende onderwerpen. We gaan zo meteen even bellen met mevrouw Angelique van DA91. Gaan we even bellen en zo meteen hebben we om 10 uur een gast in de studio. En te gaan praten over actuele zaken. Want u weet, er zijn er genoeg actuele zaken. Ik was gisteren aanwezig bij de rechtbank in verband met de zaak die voorging. Ja, zeg je? Die op de rol stond. Voor het seksueel misbruik op een kinderdagverblijf van 11 kinderen, tot nu toe bekend. En er waren ouders daar, moeders, vaders overigens ook. En die hadden t-shirts aan met stop sexual molest of abuse on the children of your children. Er was in instantie was het niet duidelijk of de ouders aanwezig mochten zijn. De ouders zijn ook niet op de hoogte gesteld van de datum van deze zaak, de zitting.
Eerste instantie hadden ze gehoord 12 december. En doordat ze zijn gaan onderzoeken en zo, toen zijn ze tot de ontdekking gekomen. Nee, het is niet 12, maar 6 december. Het is nog niet helemaal helder waarom zij geen uitnodiging hebben gekregen om aanwezig te zijn op de zitting. En ik was daar wel aanwezig. En uiteindelijk mochten de ouders naar binnen. En ongeveer om 9:30 dacht ik, werden we naar binnen geroepen. We hebben daar tot 11:45 heb ik gezeten. En we waren nog steeds niet op de, weet je, aan de beurt, om het zo te zeggen. Heel veel mensen die aan het wachten waren. Men wachtte op getuigen. Er was een tolk aanwezig voor andere zaken. Nou, dat duurt natuurlijk wat langer, zo'n zaak. Maar dan vraag je toch af, ja, moet je daar zo lang? Ik heb bijna 3 uur daar gezeten. En ik denk, ik weet niet, het moet toch iets efficiënter, denk ik. Maar ook daar heeft te maken, denk ik, met planning. En als getuigen niet komen opdagen, ja, dan op to the next thing, denk ik dan maar. Maar goed, het was niet fijn om zo lang daar te zitten. Uiteindelijk ben ik toen wel weggegaan. Ik had een andere afspraak. En ik heb later begrepen dat de zaak vrij kort is behandeld. Is verschoven naar 7 februari 2023. De dader, de verdachte, nee, dan moet ik goed zeggen. De verdachte heeft ontkend kinderen te hebben misbruikt. Hij heeft wel gezegd dat hij met 1 kind iets heeft gedaan. Of het kind iets bij hem heeft laten doen. En dat was het. En 7 februari gaat de zaak weer voor. Ouders die zitten met kinderen die getraumatiseerd zijn, krijgen geen begeleiding. En als ze naar een psycholoog moet gaan, vertelde een ouders aan mij, moeten ze 750 SRD betalen voor 1 consult. Nou, de meeste mensen hebben dat nu niet om dat zomaar even te geven, 750 SRD. Dus voor je advocaat willen ze proberen, omdat het via sociale zaken toch nog wordt vergoed, dat zij als een soort van compensatie dit betaald krijgen of dit vergoed krijgen. Want je kunt je voorstellen, ook ouders moeten leren omgaan met jouw kind dat getraumatiseerd is. Ik heb gezien dat er laatst een bewustwordingcampagne is geweest voor onder andere met als onderwerpen kindermishandeling, huiselijk geweld en genderdiscriminatie, something like that. Nou, ik denk, het is alleen maar goed dat we daar meer en meer aandacht aan gaan besteden. Het uit die taboesfeer halen. Want u weet, het is toch iets dat we Chibri Asani, we tapushing, zoals het boek van Usha Marie heet, tapushing. Dat we het geleerd hebben, of onze kinderen leren, of onze ouders leerden ons, ja, wat binnen gebeurt in Pratgona Dorosi, je Chibri Asing. En zo gaat het maar door dat huiselijk geweld en seksueel misbruik ook onder kinderen maar door kan gaan. En het gekke is dat, want ik sprak met dus de moeders en eentje zei van ja, maar we bespreken alles met onze kinderen. En toch, hè, het is all over the world overigens, toch is het mogelijk dat kinderen dan toch niet vertellen wat er gebeurt. Met ze op school of op een kinderdagverblijf, net zoals met pesterig gedrag. En daarom is het belangrijk dat ook ouders de tools krijgen. Daarom zijn bewustwordingscampagnes helemaal goed. Dat je leert om tijdig te checken of te herkennen van EKI. Was dat niet Jansson? Nee, klopt. Want een van die moeders vertelde, die jongen had steeds last van buikpijn op een gegeven moment. Hij bleef maar klagen over zijn buik doet pijn. En ze wilde hem iedere keer een zetpil geven, zodat hij kon afgaan, want hij kon ook niet afgaan. En die jongen ging als een gespeend varken tekeer als zij probeerde de zetpil te plaatsen. Achteraf natuurlijk gaat ze denken van, oh, dat was het. Ze heeft het niet opgepakt, ze heeft het niet herkend als van, hé, dit is wel een vreemd gedrag, waarom gaat hij zo tekeer? Dus het is belangrijk en ik heb met de ouders gesproken en ook gezegd van, misschien moeten we, als ze zover zijn, want daar gaat, je moet als ouder zover zijn, om bijvoorbeeld langs scholen te gaan of op televisie te komen of een dag te organiseren om vanuit jouw expertise als helaas ervaringsdeskundige aan te geven zodat andere ouders misschien iets eerder zijn met het herkennen van bepaalde signalen, bepaald gedrag dat out of order is, out of character is. Dat je dan ook, en dan hoef je niet gelijk achter alles, elke deur een spook te zien. Maar het is toch wel belangrijk dat je het tijdig herkent en signalen herkent. En
door erover te praten, hè, door het uit die taboesfeer te halen, kunnen we elkaar helpen en vertellen van, hey, als je dat gedrag ziet bij een kind, dan bijvoorbeeld als je ziet bij een jongen regelmatig ontlasting in zijn broek, een jongen die normaal gesproken al zindelijk is, dan moet je ook gaan checken van wat is hier aan de hand. Het kan een medische oorzaak zijn, maar het kan ook te maken hebben met seksueel misbruik. Nou, dan moet je dus weten. En hoe kan je dat weten als we die voorlichting geven? Als de overheid of scholen of welke organisatie dan ook zich geroepen voelt om dit soort zaken bespreekbaar te maken. En dat wij dus het uit die taboesfeer halen en niet tjibri-tjibri zijn en of zaken verdedigen. Ik heb je ooit verteld, ik werkte toen bij De Ware Tijden, dat is jaren geleden. En toen volgde ik een zedenzaak waarin dus een vader zijn stiefdochter had misbruikt. En ik zat in de zaal en achter mij, bleek achteraf, zat de moeder van de verdachte. En dat achteraf trouwens de dader bleek te zijn. En toen hoorde ik haar zeggen, ja, dat komt omdat zijn vrouw niet meer met hem naar bed wilde. Dus ik was like, wat zegt die mevrouw? Oké, ik kon natuurlijk niet in de rechtbank reageren. En toen zei ze, ja, en het meisje, toen hoorde ik haar weer zeggen, ja, en het meisje kleedde zich ook zo verleidelijk. Ja, het hoerengedrag vertoonde ze. Nou, ik kon het dus niet laten om na de zitting de mevrouw te vragen, mevrouw, wie bent u van de verdachte? Zegt ze, ja, het is mijn zoon. Ik zeg, ik heb u dit en dit net horen zeggen. Bent u serieus? Meent u het echt als moeder dat het oké is en dat u het begrijpt omdat uw schoondochter niet met uw zoon naar bed wilde, dat het oké is dat hij zijn dochter of stiefdochter dan seksueel heeft misbruikt? Dan heeft het ook toegegeven. De dader heeft toen gezegd, ik heb het gedaan, ik heb er enorm veel spijt van en ik wil mijn excuses aanbieden. En nou, hij huilde, hij heeft het niet ontkend. Hij heeft verantwoordelijkheid genomen. Weliswaar te laat in principe, want hij heeft die verantwoordelijkheid moeten nemen om het niet te doen. Maar goed, hij heeft die verantwoordelijkheid genomen. Maar moeder zat daar het gedrag van haar zoon te rechtvaardigen. Mevrouw, meneer, ik heb 5 zonen. Nee, no, if you do want sani sano boom, oh hat me, mosari, ma minogo rechtvaardig en minogo chibri of minogo verdedig. Ik zeg, mevrouw, dat kan toch niet, het kindje was 14 jaar. Hoe dan? Ja, maar heb je gezien hoe ze zich kleden? Ik zeg, mevrouw, dan nog is dat geen enkel excuus. Ik was stom verbaasd. Ik praat over, ja, zeker toch wel 10 jaar geleden. En dan, ik was like flabbergasted dat de moeder, omdat haar zoon daar voor de rechtbank stond, voor de rechter stond, het ging vergoeilijken. En aan accentverlegging doen, noem ik het dan maar, want ze ging in één keer schoondochter de schuld geven en dan dat meisje hoe ze zich kleden. En ging totaal voorbij aan het gedrag, het onacceptabel gedrag van haar zoon. Nou, iemand zegt, waarom wordt er niet door sociale zaken ingegrepen? En Gloria, zou je niet samen met Lucia een voorlichtingscampagne kunnen organiseren? Het is noodzakelijk zo te horen. Ik zag vandaag eventjes bij een collega van mij, ook van TBN, dat er een bewustwordingscampagne is geweest. Dus ik ga even daar achteraan om te kijken van wat hebben ze dan gedaan? Wat is er voor, ze hebben gesprekken gehad met leraren, waren DNA-leden aanwezig. En het is goed dat we die campagnes houden en we moeten gaan samenwerken om te gaan kijken, oké, wat dan? Hoeveel meer moeten we gaan vertellen aan ouders? Wat moeten we gaan vertellen aan ouders? Moeten we dat ding bij de naam noemen? Gewoon het beestje bij de naam noemen. En ik zelf heb er persoonlijk moeite mee, hoor, om over bepaalde zaken te praten. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. Dat heeft te maken met mijn opvoeding, denk ik. Maar goed, mensen die daar geen moeite mee hebben, ga erover praten. Ga die voorlichting geven. En noem dat ding bij de naam. Hè? Niet zeggen van een Asanfi of Apache of Boyke, weet ik veel. Kaar Asafa Asaning. Zodat we begrijpen en met name ouders, met name leraren, met name buren,
ook met name de kinderen zelf gaan begrijpen waar het over gaat. En je zou bijna zeggen, moet je dan een film gaan tonen om aan de kinderen te laten zien van 4 en 5 jaar, als iemand jou dit laat doen, dat je zijn geslachtsdeel moet aanraken of zijn geslachtsdeel in je mond moet stoppen, dit mag niet. Want je denkt, je praat met kinderen over alles, je geeft je kinderen voorlichting en toch gebeurt het ook met deze kinderen en het niet vertellen. Die op een of andere manier bedreigd worden. Van dan ga ik je moeder doodmaken. Of ik ga je zusje pakken. Whatever. Daardoor kinderen dus dichtklappen. En niets vertellen thuis. Vandaar dat het zo belangrijk is dat ouders het gedrag van hun kinderen kennen. En afwijkend gedrag ook eerder gaan herkennen. Want dat is belangrijk. En het is heel moeilijk, zegt iemand, om kinderen thans op te voeden. Alles draait om sexy, muziek, kleding. Ja, dat is waar. Dat is waar. En je zou ook als overheid paal en perk moeten stellen wat betreft, ja, misschien ga ik dan ook weer te ver, wat je uitzendt op de televisie. En een bepaald tijd dingen. Niet alle tekenfilms zijn ook geschikt. Maar goed, jij als ouder hebt dan een verantwoordelijkheid van waar kijkt mijn kind naar? En die verantwoordelijkheid kunnen we niet alleen maar bij die overheid laten. Want anders doen we het ook weer van ons afschuiven. De eerste instantie verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Waar laat u uw kind naar kijken? Waar laat u uw kind naar luisteren? Als u in het bijzijn van uw kinderen over bepaalde zaken praat. En ja, het is er totale bewustwording moet er komen bij ons allen. Als bevolking, als samenleving, als ouders, als leraren, en ook als kinderdagverblijfleiders, dat wij leren hoe praten wij en wat zeggen wij. En een kind van, ik ben op dit moment live in de studio, Ilonka, dus ik kan niet opnemen. Ik spreek je zo. Ik kan nu niet praten wat je horen ook, want ik ben in de uitzending live. Oké, sorry mensen. Dat is wel een belangrijk telefoontje. Ja, het was Ilonka Helmond. U weet, zij doet heel veel voor kinderen met een beperking. Dus ze wilde me ergens voor uitnodigen. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met wie spreek ik? Met Gloria, u bent live in de uitzending. Met wie spreek ik? Ja, goeiedag. Ik ben met Kaylee. Ik wilde even wat informeren. Het gaat om een interview die afgelegd moet worden. Ik wilde graag weten wat het zal kosten. Het gaat om een. U bent live in de uitzending nu, mevrouw. U belt op een verkeerd nummer. Dus iedereen kan u horen praten nu. U bent op de radio te horen. Dus ik zou eventjes naar de administratie bellen. Oké, prima. Ja hoor, dank u wel. Ja, sorry mensen. Ik neem aan dat het niet dezelfde nummer is. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met wie spreek ik? Ja, goedendag. Met meneer Theo. Meneer Theo, goedemorgen. Hoe gaat het met u? Oh, rustig. Ik wilde even wat aanhalen. Ja. Voorbeeldfiguren. Hoe gaan we om met onze voorbeeldfiguren? Als het ware worden voorbeeldfiguren. Als mensen niet goed gezind is, worden ze kapot gemaakt. Naar de grond gelegen. Ik ga een voorbeeld geven. Een president. Die wordt gezocht, internationaal. Een vicepresident wordt gezocht, internationaal. Wat voor voorbeeld is het voor onze kinderen? Helemaal met u eens. Dank u. Dank u wel. Meneer Theo heeft gelijk, ik heb het ook vaak gezegd. Ik vind dat wij moeten gaan naar een wet dat het niet mogelijk is voor mensen met een strafblad om in bestuursfuncties te zitten. En het kan dat je als jonge man of jonge vrouw iets hebt gedaan en zit een strafblad. Het is vervelend, helaas. Pindakaas, consequenties van keuzes. Sorry, verkeerd voor u. Het is lastig, maar we kunnen u niet aannemen in deze functie. Maar, meneer Theo en iedereen, politieke partijen hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Hoe kunt u iedereen op uw kandidatenlijst plaatsen? Maar goed, dat even terzijde. Maar het is waar wat meneer Theo zegt. Je hebt een voorbeeldfunctie. Hoe kijken wij, welke voorbeeldfiguren hebben wij? Wie adoreren wij? Wie plaatsen wij op posities? Dus ja, wat verwacht je bijna, zou je kunnen zeggen, van de jongeren? En we zien een maar u weet, seksueel misbruik is al van jaren. Al jaren in verschillende, bij verschillende bevolkingsgroepen was het normaal dat je oom en je broers en zo, hè, die verkrachten je.
En ja, dan moet je maar binnensmonds houden. Je mag niet vertellen, want dan was het normaal, Sani. Net zoals u weet, als schoonmoeders vroeger in bepaalde, bij bepaalde groepen. Kom je in huis wonen bij je schoonmoeder, ben je gewoon een voetenveeg. Schoon maar in nakkie gewoon. En je gaat niet protesteren. Terwijl schoonmoeder hetzelfde heeft meegemaakt vroeger. En toch hetzelfde weer doet bij haar schoondochter. Dus we zitten vast in tradities. We praten over dat de Nederlanders die het Sinterklaasfeest moeten afschaffen. En de Nederlanders schreeuwen heel hard. Ja, is traditie, is traditie. Tradities kun je ombuigen, tradities kun je wijzigen. Ook wij, als het een traditie is van ons om je dochter of je schoondochter te meppen. Of je kinderen te verkrachten of te mishandelen. Stopt u met die traditie en gaat u het anders doen. Als je beter weet, moet je ook beter handelen. En daarom is het zo belangrijk dat vanuit school, vanuit overheid, voorlichting, 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 voorlichting. Ik kan het niet genoeg emphasizen. Het is de kracht van de reclame ligt immers in de herhaling. Je hoort hier vaak een reclame over happy nut, pindakaas. Nou, ik hoor het constant, dus ik weet het nu bijna. Nou, dus zo moet je het ook doen met voorlichting. Kijk, en helaas, is er geen school die je vooraf moet volgen voordat je besluit om een moeder of een vader te worden. Dus ja, je wordt het en iedereen kan het worden bij wijze van spreken. En we moeten dus als ouders, moet je selectief zijn wanneer je kijkt. Ik weet dat mijn zonen zeggen, ik was laatst ergens toen zei mijn zoon, weet u nog mama, hier mochten wij niet naar kijken van u toen we kleiner waren. Ik zei, nee, dat klopt. Ja, je bent nu 30 zoveel en 28, dat bepaal je zelf. Maar toen je klein was, moest ik uitdoen op een ander net. Ik was daar heel consequent in waarnaar ze keken. En dat betekent niet dat je naar alles goed doet hoor. Maar ik was gewoon, dit hier kijken we niet naar. Waar er gevloekt wordt, kijken we niet naar. Waar alleen maar bepaalde dingen naar voren worden gebracht. Scheldpartijen en weet ik veel allemaal. En open en bloot seks, nee, daar kijken we niet naar. Zelfs kinderfilmpjes, tekenfilmpjes, mochten ze niet naar kijken. Als ouder heb je dan ook een verantwoordelijkheid. En we zien dat ouders, toch? Ik was blij om gisteren ook de vaders te zien. En ik dacht bij mezelf, jeetje, hoe moeilijk ook zal het zijn voor hun, voor moeders ook, maar ook voor de vaders om daar te zitten en die man te zien die jouw kind heeft misbruikt. Ja, het is niet eenvoudig. En hij heeft geen advocaat, de jonge man. Hij kan het waarschijnlijk niet betalen, dus pro deo komt er een advocaat voor hem. 21 jaar, ook zijn leven helemaal. Maar we horen dat het maar maximaal 4 jaar is dat seksueel misbruik als straf wordt gehanteerd. Nou, ik vind dat weinig. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met wie spreek ik? Ja, goedemorgen met Roberto. Goedemorgen Roberto, welkom. Zeg het maar. Ja, wat ik wil zeggen is dat de controle van de sociale zaken meer opgevoerd moet worden. Ten aanzien van kinderthuizen, bejaardentehuizen en stichtingen die subsidie toucheren. Dus ja. Dat de overheid die instanties meer gaat controleren. En dat die mensen ook geen verslag doen. Geen verslag, geen subsidie. Helemaal met u eens. Ja, en dat ook geen... Dus als die controle opgevoerd wordt, kunnen mensen weten en erachter komen als kinderen op kinderen moeten letten. Of als die leesters, die crashlezers of oppassers op die kinderen moeten letten. Ja? Ja. Dus dank u. Van de controle. Ja, ik ben het met u eens. Dat was meneer Roberto die zegt, de overheid zou controle moeten gaan opvoeren. En ben ik met hem eens, die controle en handhaving. We hebben het gehoord maandag van Lucia. Je kunt eigenlijk, iedereen kan een kinderdagverblijf openen. En misschien moet ik dat ook maar gaan doen. Ik ga een kinderdagverblijf openen. Ik ga naar KKF en ik begin. Kijken of er controle komt van sociale zaken. Want voordat je gaat openen, moet sociale zaken langskomen. En moeten ze gaan controleren of dat wat u doet, of het alle materiaal aanwezig is wat er nodig is, of de inrichting wel oké is. Heeft u aparte toilet? Wie zijn de mensen die hier wonen? Is het annexhuis? Al dat soort zaken. En Louise zegt het is hard ook, Gloria, want dat ook meegemaakt met mijn kleindochter. En ik heb hem laten opsluiten voor 2 jaar. 2 jaar is erg. Hoe oud was uw kleindochter, Louise? Wat erg. Ik hoop dat het goed gaat met uw kleindochter. En dat ze begeleiding heeft gehad. En dat ze de ruimte krijgen om te praten. Dat is ook erg belangrijk. Je moet dat ding adressen. En op een verantwoordelijke manier. Ik hoorde van ouders gisteren hoe hun kinderen werden verhoord. Ik stond met mijn oren te klapperen. Ik denk, wat? Maar dit is niet de manier.
Ja, ik kan daar dan niet te veel over zeggen, want ik wil het nog eventjes uitgebreid gaan onderzoeken. Maar het is een speciale training die je moet hebben gevolgd om kinderen die seksueel misbruikt zijn, om ze te interviewen, om ze te verhoren. Dat is een heel andere manier. En als ik dan hoor dat een agent ook zegt van, ja, weet je, dat het komt wel goed later met zo'n kind. Ik heb helemaal geen verstand van zaken, joh, agent. Houd dan uw mond liever en zegt u niet niets, helemaal niks. En we merken dat er ook heel veel... En iemand zegt, ja, het is mooi, het klinkt mooi wat meneer Roberto heeft gezegd net, maar die controle ontbreekt. Dat is wat we niet hebben in Suriname, controle ontbreekt. En ik weet niet wat... Sonny, doe jij iets met mijn beeld? Oké, ik denk het niet, maar goed, ik zie van alles hier veranderen. Sonny, are you busy with my computer? Oké, want alles gaat weg. In principe heb je geen papieren nodig voor het openen van een kinderdagverblijf, zegt Romeo. Natuurlijk moet men voldoen aan bepaalde eisen, maar men heeft vaak het personeel niet om te controleren. Ja. Het is waar. Je moet wel papieren hebben volgens mij voor het openen van de kinderdag. En althans moet je personeel... hij ging van alle kanten springen, maar het lichaam heen. Hè? Sorry mensen, was even Sonny die me wat vroeg. Het staat er standaard op. Ja, oké. Hij heeft 2 nichten misbruikt van 4 jaar. Oh mijn god. Oh mijn god, oh mijn god. Hoe oud zijn de kinderen nu, Louise? Maar goed, seksueel misbruik komt overal voor, hoor, bij kinderen. En we zien het, hè, mensen. Het all comes down to one thing. Controle en handhaving. Controle en handhaving. En wat meneer Theo net ook heeft gezegd. En wat de andere beller, meneer Roberto, heeft gezegd. Voorbeeldfiguren. Controle ontbreekt. Wie hebben wij als voorbeeld? En daarom is het zo belangrijk om voor onszelf na te gaan. Wat willen wij als natie? Wat willen wij als natie? Is dit wat wij willen als natie? Zo te kijk staan all over the world. Hè, op een bepaalde manier. Dat denk ik. En ik heb u gezegd, en daar ga ik heel eerlijk over zijn. Ik heb me nog nooit eerder, en ik kom al vaker dan Suriname langer, zo moedeloos gevoeld. Echt. Echt. En ik moet echt mijn best doen om te zeggen, oké, richt je op de positieve dingen. Richt je op wat je doet. Richt je op, want ik zal u vertellen, het is niet te geloven dat op elk niveau, met tegen you, elk niveau. En gisteren zit ik daar met de moeders te praten. Je hoort wat agenten zeggen. Je hoort wat een arts zegt. Ik zit daar en ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar huis, ik pak mijn spullen en ga weg. Zoek het maar uit. Onvoorstelbaar. En als je kritiek hebt, oh jee. Dan ben je een Surinet, wie denk jij wel voor contact? Dan you not this, dan you not that. Het is ongelooflijk. Op elk niveau ontbreekt er gewoon controle. Op elk niveau maken we er een potje van. En het seksueel misbruik onder kinderen moeten we gaan adressen. We moeten het uit die taboesfeer halen. En ik roep ook moeders op. Ik ben blij, mevrouw Louise, dat u dit durft te zeggen. Het is natuurlijk niet makkelijk. Het is een pijnlijke situatie. Chapeau voor u. Respect dat u zegt, dit moet ik gaan benoemen. Waarom? Niet vanwege sensatie, want daar zit ik hier niet voor. Snap je toch? Ik ben geen riool mediavrouw of zo. Nee, maar we moeten dit soort dingen uit die taboesfeer halen. Waarom? We moeten andere kinderen moeten helpen. We moeten ervoor zorgen dat dit ergens stopt. Akunudis moest tapo. Akatibo moest brokko. Aketi moest brokko. Op elk niveau, mensen, laten we het afweten. Op elk niveau gooien we met onze pet naar. Welk niveau? Van hoog naar laag. En u weet het. Het rotten van een vis begint bij zijn kop. Nou, a kop voor Unu.
Dan dat faya, dan dis faya, dan dat furu, dan van dubieus verleden. Maar mensen hebben posities gekregen. Mevrouw, meneer, als stel nou, meer tak mo biggie one, mo politieke partij, luku mi wapenfeiten. Luku, sami bedu in het verleden. Mi voert sani fusma, mi fonsma, of weet ik veel wat, mi apostrafblatten, zegt u mevrouw Gloria Botse. Fijn, dank u wel. Maar helaas kan het niet vanwege uw verleden. In de Bijbel staat er overigens ook, je weet, ik ben een christen, daar ben ik niet spastisch over en ik ben geen undercover christen. Maar in de Bijbel staat dat wanneer je een voorganger wil zijn of een oudste wil zijn, dat je een goede credential moet hebben. Je wapenfeiten moeten correct zijn, je moet een goed huishouden hebben, je moet goed omgaan met je vrouw en je kinderen moeten gehoorzaam. Er staat een hele reeks aan voorwaarden voor je kan doordrapen. Tegenwoordig, als je alles maar kan doen, zou dat wel niet. Je pot was maar Trump-minister, pot was maar Trump-president, Trump was maar Trump-DNA-lid. Mensen kunnen niet eens behoorlijk lezen, kunnen behoorlijk schrijven. Je pot alles maar. Een heel politieke arena, als je een Trump was soort. Kom het ook aan woord? Een Trump was soort circus. En het zijpelt door op elk niveau. Het zijpelt door. En we moeten dit soort zaken benoemen. En ik snap de ouders. Ik snap de ouders dat ze nog niet zo ver zijn. Maar ik heb ze gezegd. Moment dat jullie zo ver zijn. Komen jullie. Ik zal ervoor zorgen. Met bel alle met collega's. Podes met op radio. Podes met op televisie. Want asan is niet omus. A heer toko toko omus. Chagona tatapsi. En dan kun je gaan opruimen. We kunnen geen zaken bedekken zo. En dan ga je er overheen. Bouwen osso naar her fundament faya. Bouwen. Lieber fundament lek van broko, dat je bouwen als je ziet op ze. Dus een fundament voor onu faya. Een fundament faya ta ala se a faya. Dus een fundament moeten we naar kijken en eerlijk naar kijken. Maakt niet uit welke partij u aanhangt. Maar als uw partij er heeft bijgedragen dat zaken in de soep lopen, dan moeten we dat afkeuren. Maar we kunnen dat niet. We denken nog steeds in politieke kleur. Dus zaken gaan rustig door, want we bedekken het. We bedekken het met tapasing, met tibresan, die schuif allemaal onder het matje. En wie leidt eronder? Kinderen. Wie leidt eronder? Heel veel van onze landgenoten. En ja, weet je? Controle, controle, controle. En misschien ga ik dat even, ene ding doen wat Hilde toen had aangegeven. Misschien ga ik dat wel doen. En Janelle zegt... Hoeveel ik ook van mijn land hou en me woon. Dat is gewoon een bananenrepubliek. En ik ben het met haar eens. En dan mag u mij uitschelden. Maar doe maar een dotje. Een VP die kan van alles schreeuwen over de president. En gaan dreigen. En dan gaan ze de plooien gladstrijken weer op een zanderij. Really? Like really? Wat is dat voor beleid? Meneer, mevrouw, u heeft iets niet begrepen. Zo zien we het op. Elk niveau, van hoog naar laag, is het zijpelen. En is het dweilen met de kraan open, ik zal u vertellen. Maar ik geef niet op. Tenzij de Yagimi Poer me uit haar konderen, ik geef niet op. Als ik soms mijn kopje laat hangen, met gobaka, met gobegi, met power misref baka, en met godoro. Want je ziet, je helpt ook mensen. Sandra zegt, Gloria, je bent roepen in de woestijn, waar er velen zoals jij Suriname zo vandaag de dag anders zien. Er zijn andere mensen inderdaad, die en daarom moeten we gaan samenwerken. Hè? Ik ben niet van de ego-tori, weet u. Ik zei het laatst ook tegen iemand van, je hebt dit georganiseerd, had mij Isabi toch, laat ons samen doen. Waarom moeten we alleen willen scoren? Ik heb binnenkort weer een schoonmaakactie met die mevrouw van afgelopen zaterdag. We gaan bundelen, we gaan bundelen, we gaan bundelen. We moeten het samen doen. Dan alleen gaan we het redden. Allemaal van die eilandjes. Want Johan Skor. Mina Gloria. Want doe dat aan iets mee. Nee. Of ik een poes van trouwen kon naar VC. Ik doe het met alle liefde. Komt u maar. Wil u dit doen? Komt u maar. U kan het vragen aan collega's. Ik bel ze altijd. Ik ga niet in mijn mond houden. Als ik ga niet van. Oh, ik wil primeur hebben. Dat hoeft voor mij niet. Het ding moet zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht worden. En wie het doet, maakt niet uit. Media, heb ik ook al vaker gezegd, heeft, vind ik. Maar ja, ik heb ook niet gestudeerd ervoor, dus daarom misschien kan ik het zeggen. Maar media, vind ik, heeft een enorme morele verantwoordelijkheid. En een verplichting
om zaken te adressen, om over zaken te praten en ze naar die openheid te brengen. Je poeren uit dat duisternis, tjarego naar licht. Alles wat in de duisternis, breng het naar het licht. Want dan verliest hij ook zijn kracht. En we gaan je exposen, ja. We gaan zaken noemen die niet kunnen, moeten we benoemen. Anders verandert er geen ene zak. Sunny zegt, nee, een roepende woestijn heeft geen polypulaire life en zoveel aanhangers tussen haakjes. Dankjewel, Sunny, dat je tussen haakjes hebt gezet. Dus het is meer dan dat, je moet een lange adem hebben. Motaigi kaba al een. Ja, je moet een lange adem hebben. En daarom heb ik af en toe die bemoediging ook nodig van u. Want soms, motaigi, eerlijk, met praxeri. Is nou, dweilen met de kraan open. Maar goed, ik ga blijven praten over het, over de kinderdagverblijven, over scholen, over seksueel misbruik. We gaan het blijven benoemen. Ik mag God danken dat ik het nooit ervaren heb als kind. Ik gelukkige omstandigheden, maar ik heb met kinderen gewerkt die incest hebben ervaren. En het is een iets dat je meedraagt je hele leven. En die begeleiding moet er komen, ook voor deze kleintjes van 4 en 8 jaar oud. Het is ontzettend pijnlijk om te zien en te horen hoe sommige mensen ermee omgaan. Dat gezegd hebbende, goedemorgen. En één begint AUB, laten we bundelen om het misbruik van kinderen een halt toe te roepen. Daarom, we moeten bundelen. We moeten niet één piekie plei doen. Ik zag net het op de televisie, toen ik naar binnen kwam, hoorde ik iets over seksueel misbruik. Dus ik ben naar boven gekomen en ik heb eventjes, dat is van een andere collega van mij, Guinness, die heeft het gedaan. Dus die ga ik bij hem de informatie inwinnen om in contact te komen met een. Er was blijkbaar een bewustwordingcampagne, heb ik gemist, over kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarover te gaan kijken van wat kunnen we nog meer doen om dit naar voren te brengen. En meer radiostations, meer televisiestations moeten hier aandacht aan besteden. U heeft een platform, u heeft een medium. Laten we dit soort dingen bespreken en er het uit die taboesfeer halen. En kinderen het gevoel geven dat ze veilig kunnen vertellen wat er is gebeurd. Dat ze niet, en als ze bedreigd worden, dat soort dingen moeten we gewoon gaan benoemen. En onze kinderen gaan voorlichten op een juiste manier. Sharda zegt, één mens kan veel verandering brengen. Kijk maar terug in de geschiedenis. Dus blijf praten en handelen, Gloria. Waarheid overwint en komt altijd naar boven. Real Gio zegt, zulke kids zullen altijd last hebben van trauma. En daarom is begeleiding erg belangrijk. Ik zou bellen vandaag naar iemand, dus ik moet er even bellen. Ik had gezegd 9:30. Ik ben way out of... hoe doen we dat? Sunny! I mean, God. Had ik eerder moeten doen. Sunny! even kijken hoor. Het adres moet er zijn. Ik mis ook steeds om te lezen. Sunny! Help! Hi, bye mensen. Sorry. Is dat wel verkeerd? Sansam Duja. Kom ik op bakka? Hi, vader. Ik ben een digibeet. Sunny, ben je daar? Oké, ik moet even checken. Ik weet niet wat ik hier fout doe. Sunny, help me. Ik moet iemand bellen. En het moet via dit ding gaan. Of anders gaat het gewoon via de lijn doen. Bruyano de. Dan gaan we schakelen, want Sunny hoort mij niet, hij is niet op zijn plek. Dan ga ik even, ik moet zo iemand bellen. Even kijken. Sorry hoor mensen, dit is helemaal niet professioneel. Ik moet gaan werken aan mijn professionaliteit. Vergeeft u mij. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ja, ik ga even bellen naar iemand. Ik zou het moeten doen via de normale lijn, maar het lukt me niet, dus dan doe ik het maar even zo. En dan ga ik er overschakelen naar de telefoon. We gaan even praten met Suriname.meidjes. Goedemorgen. Oké, ik ga je erin gooien. Momentje. Goedemorgen, Angelique, voorzitter DNA. DA91, hoe gaat het? Goed, het gaat. Oké. Ik heb net gesproken over het seksueel misbruik dat er laatst heeft plaatsgevonden bij een kinderdagverblijf.
Ja. En ik was gisteren bij de rechtbank en we hebben daar even 2,5 uur moeten zitten voordat we naar binnen mochten. En de zaak is verschoven naar 7 februari 2023. En ik denk dat politieke partijen zich ook hierover moeten gaan uitspreken. En dit ding uit die taboesfeer moeten halen. Er is weinig controle op kinderdagverblijf. Iedere boeboebitsjorie kan volgens mij een kinderdagverblijf openen. Er wordt geen controle uitgeoefend door sociale zaken. Heeft jouw partij hierin een mening ten aanzien van dit? Ik overval je natuurlijk met deze vraag. Nee, maar het komt allemaal. Kijk, wanneer je kijkt bij ons in de partij, hebben we die routekaart. En op die routekaart hebben we het aspect van veilige buurten, veilige grenzen. En eigenlijk wat we daarmee willen zeggen is dat een burger zich overal veilig moet voelen in ons land. Dus ook als je je kind naar een kinderdagverblijf stuurt, moet je ervan uitgaan dat je kind daar veilig is. En dat houdt in dus dat die controle, zoals je dat aangeeft ook, dat die controle gehandhaafd moet worden. Ja. En weet je, en het is waar, daadwerkelijk een aspect waar we zeker dieper op moeten ingaan als politieke partijen, als maatschappelijke organisaties. Om goed uit te spitten, wat hebben we nu werkelijk aan wetgevend kader, regelgeving op dit vlak. En hoeveel wat we wel hebben, wordt daadwerkelijk gehandhaafd en geïmplementeerd. Toch? Want ik denk dat veel van ons niet stilstaan bij wat zijn de vergunningsvoorwaarden, heb je er wel een vergunning voor nodig, al dat soort zaken. Ik denk dat het daadwerkelijk, want dit is een plek waar je echt de jongste Surinamers, jongste burgertjes brengt. En de schade die kinderen wordt aangebracht op deze leeftijd, is voor het leven vaak. Want als je daarbij neemt dat ook in Suriname het niet zo veel gebruik is, dat mensen dan onder behandeling komen van een maatschappelijk werker of een psycholoog. Klopt. Om ze te helpen te verwerken. Dan snap je dat dit uiteindelijk, zoals we het in Suriname zeggen, een hippie wordt die je leven lang meetorst. En vaak ook nog onbewust. En dat heeft heel veel invloed op je karakter en je mogelijkheden later in je leven. Ja, en ik denk dat het inderdaad een morele verplichting is ook van politieke partijen om ook dit te adressen. En ook hierover te praten, zeggen van dit kan niet. Oké, dankjewel voor je reactie hierop. Ik wilde je ook vragen, hoe zit het nou met de uitspraak van, wat is jullie mening? Ik heb wel jouw reactie gelezen als voorzitter van de DA91. Zou je ons kunnen vertellen aan de luisteraars, wat is je mening over de uitspraken die de VP gedaan heeft vorige week? En ook over de plooien die weer zijn gladgestreken op Sanderij? Ja, dus de wijze waarop de VP zich heeft uitgelaten is eigenlijk onderdeel geworden van het karakter van de regering die we hebben. Dat er geen eenduidigheid is. Dat we continu worden bezig gehouden, eigenlijk, en bijna lastig gevallen, met de onderlinge persoonlijke ruzies en miscommunicaties. In plaats van dat we horen van welke problemen op tafel liggen om opgelost te worden voor die totale samenleving. Daar horen we niets over. En wanneer de VP onder vooral geconfronteerd wordt met die problemen, dan wil hij altijd een Pilatus spelen en zijn handen in onschuld wassen en het slachtoffer uithangen, dat hij er niets mee te maken heeft. En daar hebben we geen boodschap aan. De VP wordt betaald om te werken voor Suriname. En daar zien we bitter weinig van. Toch? Hij moet een leiderschapspositie innemen waarbij hij voor alle Surinamers, ongeacht etniciteit, afkomst, partijpolitieke kleur, dat hij de problemen bespreekt. Wanneer we de VP horen, willen we horen praten over hoe het huisvestingsprobleem gaat worden aangepakt. Hoe het werkloosheidsprobleem gaat worden aangepakt. Welke ideeën op tafel liggen binnen zijn ministerraad. Dat willen we horen. We hebben geen boodschap aan wat hij nu doet. Bovendien is het heel onverantwoordelijk hoe hij ook over de rechterlijke macht praat. Omdat hij het idee doet postvatten alsof Suriname geen rechtsstaat meer is. Terwijl hij de VP is. Toch? Hij zou moeten waken daarvoor. En wanneer hij symptomen van zou zien, zou hij heel serieus aan tafel moeten gaan zitten. En dag en nacht is bezig met hoe hij dat kan zorgen dat de rechterlijke macht versterkt wordt, het OM, het justitieel apparaat. Zodat elke Surinamer die zich schuldig maakt aan welke wetsovertreding dan ook, daar gelijk aangepakt wordt. En dat Surinamers die net wat je net aangeeft, hoe lang je wacht op je recht. Je zit daar, je wacht op dat het voorgaat en dan wordt het weer uitgesteld. Hoe je kan zorgen dat Surinamers steeds minder hoeven te wachten op hun recht. Toch? Dus, en dat horen we niet van hem. Hij is alleen met zichzelf bezig. En dat is echt triest. En dat is ook het instituut wordt daardoor gedegradeerd eigenlijk. Ja. En wanneer je kijkt, we hebben het over dat ze hebben gesproken met elkaar.
Ook dat is een patroon geworden waar we elke keer hebben ze ruzie onderling. Het lijkt wel een soap die we volgen, toch? En dan zien we weer, iemand zei me, een soort boxfoto waar ze elkaar als twee kwajongens een box geven. En zo hand is alles weer glad gestreken. Weet je, Suriname is een crisis. Ja. Mevrouw Botsen. Ja. Suriname heeft leiders nodig die volwassen zijn. En die ons niet proberen af te leiden van de grotere problemen door steeds ons bezig te houden met wat die van die gezegd heeft en dat die niet vertrouwt. We hebben daar geen boodschap aan. Nee, en opmerkelijk volgens mij hebben andere politieke partijen hebben zich hierover niet uitgesproken. Of heb ik het gemist? Ik heb werkelijk heel weinig mensen hierover horen praten. Het kan zijn ja, dat het zo gewoonte is geworden dat men het begint te zien als normaal. Maar dat is juist het heel gevaarlijke, want het is niet normaal. Een regering hoort niet zo in elkaar te zitten en zich zo te gedragen naar de samenleving. Een regering hoort eenduidig beleid uit te stralen, leiderschap, toch verantwoordelijkheidsgevoel en een inzet dag en nacht om de problemen van ons land op te lossen en om die samenleving te inspireren om eensgezind te blijven optrekken om Suriname op een hogere platform te plaatsen. Maar zoals met veel dingen merk je dat mensen een beetje in slaap vallen en denken, nou ja, we zijn het al gewend, we zeggen er maar niets meer van. Maar dat is juist, je weet, de democratie moet je elke dag opnieuw strijden om die te behouden. Mm-hmm. Ook voor goed bestuur moet je elke dag opnieuw opstaan en die strijd voortzetten. Je kan je niet permitteren om watgene dat fout is, onbestraft en onbesproken te laten. Ja, en hoe is jullie policy ten aanzien van, stel nou, ik heb een strafblad, hè, maar ik kan leuk babbelen en ik heb heel veel mensen die luisteren naar me. En ik kom bij jullie zeggen, nou, ik wil lid worden van DA1 natuurlijk, ik wil op de kandidatenlijst. Kan iedereen bij jullie op de kandidatenlijst? Nee, dat kan niet. Bij ons, iedereen mag natuurlijk lid worden, toch? Als je zegt van, ja, ik heb ooit een scheve schaats gereden, maar ik wil lid worden. Sorry. Dan juichen we dat toe en dan zeggen we, oké. Want je sluit je aan bij een partij die absoluut voorschrijft dat weet je, dat conform onze principes integriteit, eerlijkheid. Dus je wil op het goed juiste spoor terugkeren. Echter, heb je wel je kans verspeeld om het land te vertegenwoordigen. Omdat in de vertegenwoordiging van ons land moeten we kiezen voor de allerbeste mensen. Die het beste voorbeeld zijn, die niet chantabel zijn. En die hebben getoond niet die zwakheden te hebben die wij als samenleving juist uit ons bestuurlijke moeten houden. Dus mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan wat dan ook, als je een strafblad hebt, kan je niet op de kandidatenlijst bij DA91, niet voor de resortraad, niet voor districtsraad en zeker niet voor DNA en nog minder in positie van minister, president en vicepresident. Omdat het de instituten zijn die hele grote verantwoordelijkheden voor ons land moeten dragen, die voorop moeten lopen en een toonbeeld van integriteit moeten zijn. Ze moeten inspirerend zijn. Ouders moeten naar zo iemand kijken en aan hun kinderen kunnen zeggen, zo wil ik dat je moet zijn. Als zo iemand naar buiten gaat, moeten alle deuren in de wereld opengaan. En we moeten nergens bang zijn dat die persoon wordt opgepakt of aangehouden. Of dat die persoon maar half werk kan doen, zoals we nu hebben met de vicepresident en met de voormalig president. Ze konden nergens naartoe, want ze zijn op opsporingslijst. Dat kan gewoon niet. Maar het Suriname volk verdient mensen die zich volledig inzetten en volledig acceptabel zijn. Maar goed, dan zegt het ook wat over de burgers die kiezen voor zulke leiders. Hè? Want we kunnen natuurlijk zeggen, ik kan mezelf op beleid plaatsen en ik heb een strafblad van hier tot Tokio. Maar als mensen zo gek zijn om op mij te kiezen, ja, ligt het dus toch ook aan die burger. Hè? Die burger heeft dus eigenlijk ook zelf vlak aan waarden en normen. En dat moeten we terugbrengen. En politieke partijen, DA91 lijkt niet zoveel feeling te hebben met zeg maar, de gewone burger. Is dat ook jouw ervaring? Want iemand zegt het ook net hier in de comments. Zoveel politieke partijen, maar zo weinig actie. En er is geen connectie met DA91 en de gewone burger. Ervaar jij dat ook zo? Dat ervaar ik niet zo. Weet je wat het is bij de burgers? Vooral in DA91 de laatste tijd moet ik je echt zeggen. Ik denk dat de burgers soms, je weet, soms moet je echt met je rug tegen de muur staan. Omdat je ogen open gaan. Ik denk dat met veel burgers nu gebeurt. Nu zien ze, al die tijd werden ze in slaap gesust door mensen die zeiden, het heeft niet zoveel effect, het betekent niet zoveel, weet je, het maakt niet uit.
Maar nu zien burgers, we kennen next no vote en al die termen. Maar nu zien burgers dat het een heleboel uitmaakt en dat het ons land compleet vernietigt. En niet alleen gestudeerde mensen of mensen die een bepaalde positie in de samenleving hebben, maar juist de mensen aan de bodem van de samenleving zijn de grootste slachtoffers van deze wanbestuurders en van het hebben van, zeg maar, criminelen of ex-criminelen in het bestuurlijke. Daar zijn de burgers aan de bodem de grootste slachtoffers van. En die beginnen het nu steeds meer te zien. En wij bij onze partij merken het ook omdat we de mensen ontmoeten. Ze komen nu zelf om te vragen. We merken het ook omdat mensen nu zelf vragen dat er een wet gemaakt wordt om te verbieden dat mensen met een strafblad nog kandidaat gesteld worden. Dat geeft aan die kentering die er plaatsvindt in die samenleving. Soms heb je als partij al een standpunt waar die samenleving moet ready gemaakt worden ervoor. En het is waar. Het grootste deel van de politieke partijen in Suriname zijn opportunistisch en hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel voor meer dan het halen van de zetels. Nadien bekijkt het volk het maar, gaan ze doen wat ze willen. Dus te hanteren dan ook niet de regels die nodig zijn. Ze zetten gewoon een crimineel op de lijst als die mooi kan babbelen. En vertellen de mensen dat het niets uitmaakt. Ja. Maar de mensen zien het nu wel in. Dus het punt is dat die burger daadwerkelijk, we hadden 2-3 weken terug een lezing met mevrouw Maureen Silos. En ze zei het ook, de verandering van dit geheel gaat niet vanuit de politieke partijen die al zoveel criminelen op hun lijst hebben gehad en daar geen problemen mee hebben komen. Maar vanuit die burgers die nu meer en meer gaan beseffen dat zij de macht en kracht hebben om niet voor die mensen te stemmen. Ja, en dat is ook wat ik probeer te doen, ook met mijn programma, is om die bewustwording bij die burger te geven. Want die burger heeft de verantwoordelijkheid en dat wordt iedere keer maar van ons afgeschoven. En ik denk dat politieke partijen ook enorm veel verantwoordelijkheid hebben om wat zij naar buiten brengen, wie ze vertegenwoordigen, wat hun visie is over zaken. Er zijn zoveel politieke partijen, ik zelf denk dat het te veel is voor Suriname. Maar stel nou dat u zou moeten bepalen wie nu een zakenkabinet hebben of een nieuw kabinet. Wie zou u bijvoorbeeld willen zien? Zijn het mensen van één politieke partij? Of zeg je, we moeten gaan kijken naar deskundigen? Ik zou werken met een profiel. Dat is ook wat wij als partij ook voorstaan. Je moet met een profiel werken. We zijn ook niet inkennig. Als partij, wij zeggen altijd, als we in een regeringspositie, in een positie komen met mandaat om te regeren, en je moet mensen gaan benoemen in posities, gaat het om profielen die gekarakteriseerd worden door die deskundigheid, ter zake deskundigheid voor datgene wat je moet gaan doen. Ervaring, de juiste ervaring, laat me dat gelijk erbij zetten. En liefst ook internationale ervaring in een aantal van de functies, zodat je een brede visie hebt en die integriteit, toch? En die loyaliteit aan het Surinaams belang. Toch? Dat is een profiel. Ik ga geen namen gaan noemen hier, want weet je moet een profielsplak gooien en dan worden kijken, dan gooi je dat net uit. Want Suriname beschikt over een heleboel eerlijke mensen. Een heleboel integere mensen en deskundige mensen. Te vaak wordt gedaan alsof ze er niet zijn. Ze zijn er, maar alleen willen ze zich vaak niet meer gaan mengen in datgene waar ze van vrezen, dat ze daar alleen maar bevlekt en bemodderd uit gaan komen. Omdat men van alles wat ze gaat eisen en ze met van alles en nog wat gaat associëren waar ze geen boodschap aan hebben. Ja, ik hoor het vaker hoor ik dat mensen zeggen, ja, we hebben genoeg deskundigen, we hebben genoeg kennis in huis en er zijn genoeg mensen. Als ik dan vraag, noem eens namen, heeft niemand een naam voor mij. Dus het is... Er zijn wel namen, maar weet je wat het is, Gloria? Er zijn verschillende, kijk, als je een naam noemt, dan lijkt het alsof je de rest al uitsluit. Maar daar had ik liever met mensen werk. Helder. Maar er zijn sowieso namen te noemen. Okay. En punten, die mensen worden dan ook vaak lastiggevallen. Kijk, weet je, niet alleen Suriname, maar in de hele wereld. Zodra een naam genoemd wordt, begint men daar op te focussen. En is die persoon slachtoffer, schiet scheid voor alles en nog wat. Toch? Dus wanneer je dat, dus het beste is met een profiel te werken, ook omdat je dan, het is ook een advies dat we aan deze regering steeds hebben gegeven, wanneer je commissies gaat benoemen of mensen ergens in een positie, publiceer het profiel, zodat we kunnen zien als de persoon die uiteindelijk benoemd wordt, daadwerkelijk op basis daarvan benoemd is. Ja, en jullie hebben, jullie hebben ook profielschetsen al? Kan men dat vinden op je website? Het is, de website van ons wordt nu weer aangepakt, maar zodra die weer er is in januari, kan men ze vinden, ja. Oké. Okay, hartelijk dank. Wil je nog wat zeggen aan de samenleving? Er is aanstaande zaterdag weer een protest. Heb je daar wat van gehoord? Gaan jullie als partij meedoen? Aanstaande zaterdag is de, is
Internationale Dag van de Mensenrechten. En dan heeft het OGV pas bij een monument van de mensenrechten aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Hebben ze elke 10 december een bijeenkomst, een manifestatie, waarbij gesproken wordt over de mensenrechten. En voor dit jaar heeft het jongerenforum van onze partij, samen met de vrouwen, gemeend om de burgerij erop attent te maken en op te roepen om daar te zijn. Om ook uiting te geven aan hun eisen dat we de mensenrechten op elk vlak volledig kunnen ervaren. Oké, dat is aanstaande zaterdag. Ja, dat is om 9:30 aanstaande zaterdag aan de Dr. Sophie Redmondstraat. En ik meen dat er ook een lezing is avonds in Lalaroep. Daar gaan we zeker ook naartoe natuurlijk. Dus die protestactie is het? Of die wordt ook... manifestatie. En dat wordt ook door de A91 ondersteund? Ja, de jongeren, ja. Oké. Goed, hartelijk dank Angelique voor je tijd. En succes. Ook aan jou. Dankjewel. Ja mensen, dat was dus Angelique, voorzitter DA 91, die heeft uitgelegd hoe zij tegen zaken aankijkt. En u weet het, ik heb u verteld, ik was ooit eens, ik denk inmiddels 10 jaar geleden, misschien 8 jaar geleden, was ik thuis bij mevrouw Rut Wijdenbos. En hij was ex-president Venetiaan en hij was toen DNA-lid. En ik heb toen de microfoon gepakt en er waren mensen aanwezig, dus aan alleen mijn leek. Ik heb toen aan hem gezegd, u heeft nagelaten, u heeft gefaald omdat u nagelaten heeft een wet aan te nemen, een wet te maken dat voorkomt dat mensen met een strafblad in de regering, in bestuursfuncties kunnen komen. Dat heeft u nagelaten, u had de meerderheid. Niemand heeft het gedaan. Net zoals met subsidie van EBS en met SWM. Niemand, geen enkele regering wil daaraan komen. Want dan zijn ze bang om kiezers kwijt te raken. Maar is dat in het belang van het land? Nee, het is in het belang van uw partij. Dat u kan blijven zitten. Dat u kan blijven rommelen. Hè, en kan stelen. En corrupt kan zijn. Maar dus niet in het belang van Suriname. Want als we leiders hebben gehad met visie. Dan hadden we allang SWM en EBS... langzaamaan gewerkt aan het afschaffen van de subsidie en het alleen bestemmen voor de zwakke huishoudens. En dan hadden we normale prijzen marktconform betaald. Maar nee, niemand wil het doen, want oh jee, we raken kiezers kwijt. Dat betekent dat u geen liefde heeft voor uw land. Twee, u heeft geen lange termijn visie. U bent alleen maar bezig met egotripperij en uw partijgenoten en uw family en friends. En daar moeten we eens een keertje mee stoppen. En we blijven maar doorgaan. En daarom, ik zeg u, vaker gezegd, eigenlijk wil ik ook niet meer echt politici in interviewen. En zeker niet de mensen die in het machtscentrum zitten. Omdat ik toch altijd maar weer hetzelfde verhaal ga horen. Ik hoor niemand zeggen, echt zeggen, ja, ik heb hieraan meegewerkt. En achteraf is het een stomme set. Dit hadden wij nooit op die manier moeten doen. Hoor je niet. Enige persoon volgens mij die dat ooit gezegd heeft is de heer... Karel Breveld, die zegt, wij hebben een stomme fout gemaakt om in zee te gaan met de NDP. Hadden we niet moeten doen. Nou, hij heeft verantwoordelijkheid genomen. Zegt, dat was een domme actie. Dat was achteraf niet zo slim. Maar voor de rest hoor je niemand iets zeggen. We nemen allemaal doen alsof we gek zijn. Niemand neemt verantwoordelijkheid. Vooral niemand neemt verantwoordelijkheid. Het is die. Maar nooit naar UNO. En zolang we niet beseffen dat we het samen moeten doen. Dat wij als volk, als natie, met elkaar door die ene deur moeten... gaan we het niet redden. We kunnen blijven zeggen en we kunnen plooien glad blijven strijken. Wij moeten weten dat wij verschillende bevolkingsgroepen hebben en al die bevolkingsgroepen zijn er nodig. U weet, ga ik het ook eerlijk zeggen, gewoon, want Krin Taki naar Krin Libi. Vroeger hebben we allemaal, die in de stad woonden, nee, laat me niet zeggen allemaal. Laat me voor mezelf praten. Als jong meisje hoorde ik in de omgeving waar ik was en ook ik, we keken, we waren niet zo'n hoge pet op van de marons. We waren zoiets van, ja, dat zijn domme mensen uit het binnenland en ze hadden alleen maar felle kleuren aan. Keek op een bepaalde manier. Ik was toen 12, 13 jaar. Nou, achteraf, dom. Helemaal dom. En wat hebben we gezien? Er is een verschuiving geweest dat ook die bevolkingsgroep, dat Surinamers zijn overigens, ze hebben verspreid, ze zijn gaan leren, ze gaan studeren en hebben posities gekregen. Dat zien we ook bij de Hindustanen, die vroeger bijvoorbeeld alleen maar een rijst aan het planten waren of zo en groenten en nauwelijks goed Nederlands konden praten. Die verschuiving ook gezien bij de Javanen, bij de stadskriolen.
En waarom hebben we allemaal gehad? De grote bevolkingsgroepen. We kunnen het niet meer zonder elkaar doen, hè? Je kunt wel denken, we hebben die Hindustan niet nodig, we hebben de Maron niet nodig, we hebben de Afaan niet nodig, we hebben de Stadskriool niet nodig. Ik zal het even zo noemen, de Stadskriool niet nodig. Allemaal moeten we met elkaar. Omus bondru konawang. Maar zolang we zien, en als de VP maar blijft praten, alleen maar van wij en wij, onze mensen. Broer. Oh nee, kunnen dat broer. Dat is een beetje disrespectvol. VP, u bent vicepresident van ons allen. Ons allen. En inderdaad is het zo. En dat hoop ik dat wij als Surinamers dat ook toegeven. Dat wij jarenlang het binnenland hebben verwaarloosd. We hebben niet geïnvesteerd in het binnenland. Maar het is ook aan de districtscommissaris daar. Het is ook aan de Gramang. Ook aan de Kapting. Ook aan de Basha. Want we moeten die verantwoordelijkheid gezamenlijk dragen. Wat heeft u gedaan om ervoor te zorgen dat steeds weer aandacht wordt gevraagd van uw problematiek daar in het binnenland? Horen we niet. Grama stond daar, dat is natuurlijk ook een andere manier zoals ze daar hun regels hebben. Iets anders dan in de stad, zeg maar. Maar die gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten we gaan nemen. En dat mis ik. We nemen geen verantwoordelijkheid, we schuiven het af. En ik zeg, wij toen die in staat waren om te investeren in het binnenland, hebben het niet gedaan. Dus ja, het zijn onze stiefkindjes geweest. Zo hebben we ze ook behandeld. En ik mag toch hopen dat wij daar eerlijk in kunnen zijn. We hebben geen ontwikkeling gebracht. En ook degenen die daar verantwoordelijk waren, hebben geen ontwikkeling gebracht. Die hebben het ook maar zo laten zitten. En ik denk dat we daarvoor over eerlijk moeten zijn. Goedemorgen met Gloria. U bent live in de uitzending. Met u spreek ik. Oh. Ik denk dat ik ga u zelf even terugbellen, want uw geluid is erg slecht. Ik bel u terug. Vindt u dat goed? Ja. Ja. Want ik ga niet ophangen nog, want anders kan ik het nummer niet zien. Deze meneer heeft vorige keer ook gebeld. Oh, chips. Waar nummer go? Nummer is weg. Want hij heeft opgehangen. Die moeten ophangen. Hoe ga ik dat doen? Calls. Yes. Oké, ik heb hem. Mensen, kinderen, ik kan slim, ja, zo heren. Op mijn leeftijd, vrouw. Ik kan niet geloven hoe slim ik ben geworden. Ik ben nooit te oud om te leren. Let's see. Deze meneer had vorige keer ook gebeld, maar toen konden we hem niet zo goed horen. Dus ik wil hem wel de gelegenheid geven om te praten. Ik hoop dat hij ook opneemt, want dat is wel de bedoeling, dat hij opneemt. Maar hij neemt niet op. Het is een iets oudere meneer, dus ik denk ik geef hem de courtesy om hem te bellen, maar hij neemt niet op. Oké. Misschien denkt hij dat het een ander nummer is. Oké. Helaas, meneer, ik probeer u te bellen. Misschien kunt u opnemen. Ik bel u op uw mobiele nummer waarmee u net gebeld heeft. Ik ga het nog een keer proberen. Ik vind het wel belangrijk dat we ook luisteren naar onze senioren burgers die op basis van levenservaring toch nog dingen te zeggen hebben die waar wij wat van kunnen leren. Dus ik probeer het nog één keer. Bear with me people. Deze meneer de gelegenheid geven. Maar het werkt blijkbaar niet zo goed. Want hij neemt niet op. Nee. De DNA-parlementariër zegt Sandra werken voor hun eigen achterban en niet voor de gehele samenleving. Dat is zo klaar als een klontje. Ja, dat klopt. Nou, helaas kan ik die meneer niet bereiken. Dat is wel jammer. Maar het is wat het is. Even kijken. Wat zegt Sharda zegt in Nederland zien we. Zien we hoe goed politici zijn in het verdraaien van woorden en context. Ze zitten alleen maar voor zichzelf. Ja, let u zien of dit werkt. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met u spreek ik. Met Gloria, u bent live in de uitzending. Met u spreek ik. Hallo. Hallo. Nou, die meneer belt me nu weer net via how do you call it? De WhatsApp nummer. Ik ga u bellen via ons. Hoe noem je dat? Onze telefoon. Van ik had dat dan niet zien. Gewoon
gewone lijn. Oh ja, de huislijn, kantoorlijn. Daar ga ik u mee bellen. Als u dus opneemt, u gaat het nog één keer proberen. Nogmaals, omdat ik denk dat het toch wel goed is om te luisteren naar onze seniorenburgers. Dus even kijken als u, of hij nu wel opneemt. En anders houdt het op. Meneer die net belde, wil u alstublieft opnemen? Ik bel u nu. Als het goed is, hoort u mij. Ja, bent u daar? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Meneer, bent u daar? Oké, sorry, ik heb het geprobeerd, maar hij hoort me niet. Ik ga even een pokoe, zeggen ze draaien, is dat nog het juiste woord? Het is geen draaien meer, hè? Ik ga even een pokoe laten horen. Sar sote oh mi ate sar sote ma mi sabita quando io co da cio crimbaca e mi sabita quando io co o come andrà di cavi alle beghi. Io amoro buon libi, ma sragade lo conu, ma naveta duta cru. Strada mi ha di brutto, di bilu cuyo. Strada e ci vie fino a sotte. So I'm tapu yu sturu e siriang ai kudu. Strada if you tango so doro next so demoro. Digi wa fubi deregi a kondregi. No abingi no anu luku sawe tu. Vesetanga usrebi Leki krabu ni wavari Den pigi swafu in den krebi E muse fusari Mi ati brutu Di mi luku yu Emchi fie pina sote Nata più strati Srana yum seti delipi Dati me peghi Ma srana kondre yu chakutu Moro leki sai papi fo If you no maluku yu piki Fado manco doro
Ja, u hoort het. Dit lied was van mij 2008 geschreven. En het is nog steeds zo actueel. Zoveel jaren na data. Kondremang na unu musseti stranang. Ano ahulistani wang, ano akriyoro wang, ano amaron wang, ano japanesi wang. Unu stranamang musseti stranang. En dat gezegd hebbende hoop ik dat wij blijven kiezen naar de afslag. De afslag voor verbinding allemaal inslaan. En niet voorbijrijden naar de afslag uit elkaar. Dat moeten we niet doen. We moeten de afslagverbinding constant blijven opzoeken. En iemand zegt hier, Hanna zegt, ja, we moeten eigenlijk af van de oude politiek. Want ja, die hebben toch eigenlijk, ja, wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? Een paar dingetjes, maar oude politiek eigenlijk 47 jaar. Dan denk ik, ja, misschien is er inderdaad tijd voor fresh blood. En mensen die niet meer zo lang of niet zo lang vastgeroet zitten in politieke tradities en zo. Hè? Maar het is al over de wereld overigens. Maar misschien moeten wij het andere geluid gaan geven. Misschien moeten we gaan kijken welke zijn de mensen met een visie voor Suriname. En welke mensen zijn er die een hand reiken naar elkaar. En die niet zozeer elkaar bevechten, maar die handreiking doen. Die gaan voor die verbinding zoeken. Zijn er zulke mensen? En laten we die gaan volgen. En ik ga binnenkort ook beginnen met een ander segment, heb ik u verteld. Wat zijn uw wapenfeiten? En ook met een ander segment, art and culture, waar we dus ook jonge ondernemers en nieuwe of artiesten, mensen met oude ambachten, ook weer even in het zonnetje gaan zetten en ook laten zien. Er zijn ook goede dingen. Want als je alleen maar kijkt natuurlijk, want dan denk je van laat maar zitten, ik ga wel weg. Je moet de balans brengen. Dat moet ik ook doen. Hè? Ik moet niet alleen maar laten zien wat niet goed is, maar ook wat er goed gaat. En er zijn dingen die goed gaan. Mensen die ondernemen, mensen die hun creativiteit uitoefenen en die werken. Hè? En die moeten we ook laten zien om het geheel in balans te houden. Maar zeer zeker moeten we onze ogen niet sluiten voor dat wat er speelt. Zometeen komt mijn gast aan tafel zitten. Dan heb ik nog maar een half uurtje, want die is ietsje verlaat, laat hij weten. Maar ik wil nog eventjes hebben over het stukje. Als het goed is, kunt u mij vandaag, voor de mensen die in Nederland zijn, om 6:15 heb ik een bijdrage bij één vandaag. En dan kunt u ook allemaal naar kijken. Kijken of ik er gekleurd op sta en hoe goed ik erop sta. Dat gaat u natuurlijk zien vandaag bij één vandaag. Maar er is vandaag, of er wordt gesproken, dat stukje heb ik vorige week ook over gehad, is het slavernijverleden, dat een feit is. En de excuses die zullen worden aangeboden door de Nederlandse regering. En daar is de naam van minister Weerwind genoemd. Heb ik met verschillende mensen gesproken. Even los hier gewoon op straat. En gewoon zonder dat ik live ben gegaan. Om te vragen wat is hun mening. Ik heb een bijdrage geleverd door te gaan praten in een bejaardentehuis. Om met oudere mensen te praten die een heel andere kijk hebben op zaken dan volgens mij de meeste van ons die wat jonger zijn. Dus ik ben nog een keertje benieuwd, wat is uw mening? 1. De vraag is, moet Nederland excuses aanbieden aan Suriname voor het slavernijverleden? 2. Wie moet dat doen? Moet de koning dat doen of de minister-president, premier Rutte? Of maakt het niet uit wie het excuus doet? Dus dat zou ik graag van u willen weten. Oké, dankjewel Sandra. Sandra zegt een mooi interview bij IBC Radio met Noralie Beyer over de film die samen met Ida Does gemaakt heeft over 8 december. Ga ik zeker naar luisteren. Dankjewel. Mijn vragen die ik dus aan u stel. Vindt u dat Nederland nog excuses moet aanbieden aan Suriname? Wie moet het doen? De koning? Of premier Rutte? Of moet er helemaal geen excuses worden aangeboden? Ik zou graag uw mening willen. Vanavond kunt u zien wat de ouderen hebben gezegd. Ik kan natuurlijk niet gaan vertellen wat er zien is vanavond op 1 vandaag. Maar de mensen die in Nederland zijn, wat is uw mening? Vindt u dat? Zal ik mijn mening geven of moet ik eerst wachten op de uwe? Anders ga ik weer een beetje bepalend zijn in deze. Dus ik wil graag uw mening weten. En ik zie nog niemand wat zeggen. Oh ja, Saskia zegt de koning moet het doen. En waarom vind je dat Saskia de koning het moet doen? De koning heeft het overigens ook gedaan tijdens een staatsbezoek in Indonesië. Heeft de koning ook daar gebruik gemaakt om zijn excuses aan te bieden aan de rol die het koningshuis of de Nederlandse regering, de Nederlanders, hebben gespeeld
tijdens ook de bezetting in Indonesië. Gisteren heeft de koning bekendgemaakt, dat heb ik gelezen, zegt Sandra dat hij de rol van zijn familie in de slavernijverleden gaat onderzoeken. Ze trekken er 3 jaar voor uit. Nou, kan het ook, voor mij kan het ook binnen een jaar. Maar goed, de koning, Cindy zegt de koning is de gewezen persoon, vindt Cindy ook. Sandra, wat vind jij? Dus de koning heeft inderdaad bekendgemaakt, hij gaat laten onderzoeken wat is de rol van het koninklijk huis geweest in die periode van slavernij. Cindy zegt de koning. En aan de Oranjes kleeft ook slavenbloed, zegt Cindy. En nogmaals, je moet vanavond even kijken naar de mening van de ouderen. Die waren 80 jaar en 90 jaar. Die ik heb geïnterviewd en een mening hadden. Waarvan ik toch wel een beetje van, oké, apart. Sharda zegt, alles werd gedaan in naam der koning. Daarom moet hij ook excuses aanbieden. Alle veroveringen, kolonisaties enzovoort worden in de naam van de koning inderdaad gedaan. Hè? In de naam van de koning. In de naam van, dat werd inderdaad in de naam van de koning der Nederlanden werden dingen gedaan. Dus graag, hoor het telefoontje. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met u spreek ik. Dag Gloria, met Marco. Dag meneer Marco, welkom. Zegt u het maar. Ja, mevrouw Gloria. Kijk u. De slavernij in 1600 zoveel is begonnen. Mensen zijn gehaald uit Afrika. In dit geval Ghana, hè, als ik goed heb. Ja. Dus bij die slavernijhandel heb je 2 personen. De ene verkoopt, de andere koopt. De ene heeft geld nodig. Hij verkoopt, hij krijgt die geld voor, of wapens. Of sieraden, of weet ik, dingen van waarde. En de koper, in dit geval de Europeanen, die hadden arbeiders nodig. Die moesten werken op de plantages. Mm-hmm. En zij waren de kopers. Dus als je over excuses wil praten, dan moet je de kopers en verkopers bij elkaar roepen. En moet je gaan praten van, hé jongens, hoe is dit allemaal gebeurd? Uh-huh. En dan pas kijken hoe je excuses moet bieden. Okay. Er moet een gedegen onderzoek komen. Maar je kan niet zomaar aan de ene partij vragen van excuses aanbieden en dan geld geven voor projecten of dat soort dingen. Okay. Die verkoper, die moet je ook, want zij hebben ook een rol gehad in de slavernij, handel. 4. Ja, dat wilde ik zeggen. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, goeiedag. Deze meneer zegt, de koper nummer 4 moet je opendraaien. Nummer 4, ja. De koper is ook verantwoordelijk, want wat hij eigenlijk probeert te zeggen, hebben mensen ook de slaven verkocht. En het waren dus eigenlijk mensen die daar ook woonden, hebben de slaven verkocht. Dus dan zou je die ook in gesprek moeten gaan met hun. Maar de koper en verkopers leven niet meer. Dus, je kan niet met de kopers in gesprek. En het is natuurlijk, zoals iemand zo mooi zegt, Sharda, het is in de naam der koning gedaan. Dus ik denk dat je dus... Als mensen hebben anderen verkocht, waarschijnlijk, het zal zo wel zijn, maar ze zijn ook gekomen en ze hebben gewoon mensen onder valse voorwenselen meegelokt. Het is niet allemaal verkocht. Maar goed, de koning gaat het onderzoeken, heeft hij gezegd. Het zijn de rol van het koninklijk huis. En verschillende mensen zeggen hier, goedemiddag, zegt Sylvana. Ik denk dat het goed is om excuses aan te bieden. Ik vind ook dat de koning dat moet doen. De koning heeft het ook in Indonesië gedaan. Het is jammer dat zij vooralsnog een minister van kleur naar voren willen schuiven. Hoe kan een Surinamer hiervoor excuses aanbieden? Ja, dat is dus de vraag. Hè? Dus wie moet het doen? De koning, die heeft het overigens gedaan inderdaad in Indonesië toen hij op staatsbezoek was. Heeft hij excuses aangeboden? Moet de premier het doen of moet de minister het doen? En het is, zoals u zegt, vandaag moet u kijken naar 1 vandaag, 6:15 in Nederland. En dan ziet u de mening van de oudere mensen die ik heb geïnterviewd in Huizen Aziana. En die daar toch iets een andere mening over hadden. Mijn persoonlijke mening is ook, je kan niet zeggen mijn persoonlijke mening. Mijn mening, want het is wel persoonlijk, is dat de koning het ook zou moeten doen.
Omdat inderdaad, zoals Sarah zo mooi zegt, in naam der koning zijn de dingen allemaal gedaan. Dus laat de koning dan maar ook het excuus aanbieden. En ik denk niet dat het juist is om een minister te sturen. Cindy zegt, ik denk dat koning Alex het ook op zich gaat nemen, hoe ik hem inschat. En weer dus iemand van kleur, weer een misstap, is onkan. Nou, ik hoor jullie meningen en jullie zeggen allemaal, nee, dat kan niet. De koning moet het in principe zeggen, de meeste mensen die hebben gereageerd, de koning moet het doen. Inmiddels is mijn gast aangeschoven aan tafel, die ga ik dus nu in beeld brengen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage op de vraag van mij. En dan gaan we even over andere zaken praten. You're ready to come, je haar zit goed, je make-up. Goedemorgen, geen make-up. Oké, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is de heer Orlando Ollenberg, CEO van Suriname Energy Chamber, SEC, right? Zo is het, ja. Afgelopen week heb je een forum georganiseerd? Ja, wij hebben dus voor zorg gedragen, samen met de EAS. En de EAS staat voor? Energieautoriteit Suriname. Uh-huh. Is een bij wet ingesteld orgaan. En dat orgaan moet ervoor zorg dragen dat wij in elk geval wat betreft onze energievoorziening in Suriname, dat gegarandeerd is voor de eerstkomende 10 jaar, om het zo te zeggen. Maar het is een publieke, niet maar, het is een publieke lichaam, in die zin dat het een overheidsapparaat is, of overheidsinstantie is. Uh-huh. En wij hebben gezegd, wij zijn van de private sector, dus we zijn samengekomen, publieke sector, private sector, om elk een bij elkaar te brengen, om te praten over de toekomst van ons land met betrekking tot energie. Ja, en het is een geslaagde driedaagse forum geweest? Heel geslaagd, in die zin dat wij dus hebben informatie die tot nog toe, laat maar zeggen, niet bekend was voor het publiek, dat gepresenteerd is geworden door Staatsolie en andere bedrijven wat betreft hernieuwbare energie, want de focus was meer op hernieuwbare energie. Dat we verschillende stakeholders bij elkaar gebracht hebben. En dat wij nu met elkaar samen kunnen werken naar een mooie toekomst in Suriname. En waren het ook buitenlanders bij, buitenlandse bedrijven? Ja, het had een tweedelig karakter. Omdat het ook Energy Month was, CARICOM Energy Month. Dus hadden wij ook gasten uit CARICOM lidlanden, in het geval van SECRI. Caribbean Center for Renewable Energy and Energy Efficiency. Het is een regionale instantie die ervoor zorg draagt dat landen in het Caribisch gebied zich kunnen alignen met betrekking tot energy security. Dat ze ervoor zullen zorg dragen dat hun energiebehoefte gedekt is voor de toekomst. Ja. Ze helpen landen in de regio ook dat ze hun eigen ESP kunnen schrijven. Dat is Energy Sector Plan. Dat is het plan dat bepaalt wat er gaat gebeuren in dat land voor de eerstkomende 20, 30 jaren. Er zijn rapporten gepubliceerd, regionale rapporten gepubliceerd. Maar met al is het heel succesvol geweest als een eerste stap tot verder samenwerking. Succes. Tot samenwerken en ja. Verder succes. Hoe staat Suriname er nu voor qua energievoorziening? Ik heb net gezegd in een eerder stukje van mijn programma dat EBS en SWM eigenlijk al langer af hadden moeten gaan van subsidie, omdat je het eigenlijk zou moeten geven aan die mensen die dus zwakke huishoudens of mensen met een beperking. En dat het eigenlijk gebrek is geweest aan visie, of bewust om kiezers te behouden, heeft men niet gewerkt aan het afbouwen van de subsidie. Dat is wat ik zeg als leek. Jij bent kenner op dit gebied. Is het ook zo dat je moet gaan afbouwen? Als leek ben je heel dichtbij. Nee, we weten dat de energie laag, de prijs van energie en water laag gehouden is. Maar het waren politieke besluiten. In 2016 is onder regering Bouterse zijn de eerste stappen ondernomen om de wetgeving te veranderen. Mm-hmm. Maar ook om de energieprijzen aan te passen. En ik kan u zeggen, ik was er middenin. Mm. Ik was er daar ook namens KKF. Ik was ook aan de onderhandelingstafel. Het is niet zo gemakkelijk geweest. Ik moest soms naar EBS, soms in de late avonduren, om ook door te praten.
Dus het is iets dat politiek gevoed is. En nu dat we ervan moeten afstappen, gaat het niet zo gemakkelijk. Maar wat is er in 2016? De regering Boutersen wilde dus ook afstappen van de subsidie? De noodzaak was gezien dat we twee zaken moesten doen. We moesten de wetgeving aanpassen. Uh-huh. En dat is ook gebeurd. De wetgeving is aangepast. En in 2016 hebben we een nieuwe wet, een nieuwe energiewet, heeft de Nationale Assemblée aangenomen, uh-huh, waarbij er ook gezorgd is dat we nu hernieuwbare energie, zonne-energie, rechtstreeks kunnen invieden, zetten op onze dak en ook kunnen terugleveren voor de EBS. Dus dat is één belangrijke wet. Dat is in 2016 gegaan. Dat is in 2016. Okay. Maar tegelijkertijd is er ook gesproken over de verhoging van de energietarieven. En dat was geen gemakkelijke job. Dus daar is die discussie begonnen. De step-by-step verhogingen zijn ook daar begonnen. Uh-huh. Hele kleine stappen, maar het waren goede stappen in de richting van het afschaffen van subsidie. Maar wat is er mee gebeurd? Dus het is dus doorgegaan tot nu toe. Men blijft maar verhogen. De vraag is, kijk, en dat zeg ik, daar komt de politiek bij kijken. Elke keer wanneer er een verhoging komt, komt er een opstand. Begrijpelijk, want als je me laat betalen, wil ik weten waarvoor ik betaal. En de energiesector, elektriciteitssector, is nog niet volledig transparant. Nu werkt men aan de transparantie om te weten wat kost die energie ons werkelijk, want dat is nog voor alle partijen onduidelijk. De regering heeft recentelijk weer een commissie in het leven geroepen die daarover moet gaan praten. Maar uiteindelijk moet alles op tafel komen, dat we precies weten wat kost die energie die geleverd wordt. En waar zijn er natuurlijk efficiëntieverschillen, waar kan het beter? Maar het meest belangrijkste waarover we niet praten, hoe zien we de toekomst? Want je discussie zou moeten zijn dat jouw energietarief een reflectie zou moeten zijn wat je wil hebben in de toekomst. Wil je net verbreding hebben, uitbreiding hebben? Wil je meer zonne-energie hebben op het net? Wil je een smart net hebben? Het zijn investeringen die je moet plegen. Hoeveel gaan die investeringen je kosten? En als je een goed beeld hebt wat je in de toekomst wil, dan kan je de prijs beter gaan bepalen. Want als je alleen maar doet aan kostprijs berekenen, je deed dat je wel het bedrijf kan surviven. Alleen op basis van kostprijs. Je moet je kostprijs en de kosten die nodig zijn voor uitbreiding en al dat soort zaken, moet je meenemen. Dat betekent, je moet een visie hebben. Je moet weten waar je naartoe gaat. En dan zeg ik dat we dan een gezonde discussie kunnen voeren over de kostprijs van energie in Suriname. En dat is nu nog niet duidelijk. Wat is de toekomstvisie? Waar willen we naartoe? We hebben nog geen ESP, Energy Sector Plan. Hebben we het niet? Is meer, nee, nog niet. We zijn nu wel ermee bezig. Samen met de EAS heeft de lead. Maar wij zijn ook partner in het geheel. We hebben nog geen duidelijke toekomstvisie. Er wordt nog gevochten over een cent hier, een cent daar. Wat goed is, moet transparantie zijn. Uh-huh. Maar die visie is belangrijk, omdat die visie gaat uiteindelijk bepalen wat je gaat investeren om aan te komen waar je moet aankomen. En die visie ontbreekt op dit moment? We hebben het nog niet. We zijn ermee bezig, maar we hebben het nog niet. En daar heb je de politiek bij nodig? Heb je de regering bij nodig? Je hebt iedereen bij nodig. Je hebt de private sector nodig. Daarom hebben wij recent de activiteit ook georganiseerd om de private sector aan tafel te krijgen. Je hebt de publieke sector nodig. Je hebt internationale stakeholders nodig. Je hebt iedereen nodig. De regering, assemblée, iedereen. En zijn ze alle op één lijn? Zijn alle neuzen dezelfde richting? Daarmee zijn we nu bezig. En die activiteit waarbij we dus de Suriname Renewable Energy Forum hebben opgezet, is een van de activiteiten, een belangrijke activiteit in de richting dat we alle neuzen in één richting kunnen laten wijzen. Dus jij zegt van oké, de prijs conform moeten we gaan kijken. Hè? Het is in 2016 al begonnen. Om te gaan kijken van ja, moeten we het niet gaan veranderen. Maar willen we dit echt gaan doen, dan moeten we een visie hebben. Waar willen we zijn over 10 jaar? En vanuit die visie kun je dus zaken gaan bepalen. Ja, het is niet zo moeilijk. Het is willingness is nodig. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met de voorzitter van ASFA. Ik heb gezegd, laten we ervoor zorg dragen. En dat gaat mijn discussie zijn, concreet. Laten we een 30, 40, 50 miljoen US dollar beschikbaar hebben. Zoals men heeft gedaan in Brazilië. Dat men een bepaald bedrag beschikbaar heeft. Zodat bedrijven hun eigen stroom kunnen inkopen voor de eerstkomende 25 jaar. Elke paneel gaat 20 tot 25 jaar mee. Dus als je een zonne-energiesysteem op je dak hebt, heb je stroom ingekocht voor 20 tot 25 jaar. En dus
dat geeft je een stukje zekerheid. Dat is een van de zaken die naar voren is gekomen tijdens de conferentie. Dus je kan bedrijven met de zonne-energie een bepaalde zekerheid geven. Maar je zal moeten zorg dragen voor de financiering. Dat is mijn grote baby nu. Die ik zeg, we moeten financiering hebben. En we moeten doen aan capaciteitsversterking. Zodat niet alleen maar buitenlandse bedrijven projecten komen uitvoeren. Surinaamse bedrijven moeten projecten kunnen uitvoeren. Oké, ik heb hier een vraag van Alexandra. Die zegt, olie is pas in 2027. Maar hoe zit het met gas, met gas dan? Er wordt gezegd dat we daar heel veel van hebben. Kan het bijvoorbeeld dat wel voor 2027 gerealiseerd worden? Het kan sowieso. Het heeft allemaal te maken met willingness. Willingness van de overheid, willingness van ook de buitenlandse bedrijven. Sowieso hebben de eerste onderzoeken uitgewezen dat wij een goede gasreserve hebben, gasvoorraden hebben voor onze kust. En als je nu kijkt naar de problemen die er zijn in de wereld, die oorlog met Oekraïne, ons totaal heeft recent ook nog zich gecommit om, ik denk, 1,5 biljoen te investeren in Qatar om olie, gasvoorraden te ontwikkelen. Dus er wordt aardig wat geïnvesteerd internationaal. Dus ik denk sowieso moeten wij gaan kijken met de gasvoorraden die we hebben, dat wij die kunnen ontwikkelen. De directeur van Staatsolie heeft recent gezegd dat dat niet hun prioriteit is. En ik kan het in context een beetje begrijpen, omdat hun prioriteit als oliebedrijf is nu om samen met Total, Apache en al dat soort bedrijven ervoor zorg te dragen dat die olie binnen 5 of 7 jaar uit de grond gepompt wordt. Maar tegelijkertijd hebben wij een nationale visie nodig, een nationaal beleid nodig over onze gasvoorraden. En ik denk de directeur van Staatsolie heeft ook aangegeven dat hij niet onwillend staat tegenover zij die wel willen investeren. Dus we moeten kijken als er investeerders zijn diezelfde Total investeert in Qatar. Laten we kijken welke bedrijven. Phoenix heeft zich in elk geval aangediend om te willen investeren om de gasvoorraden van Suriname te helpen ontwikkelen. We moeten alles wat kan bijdragen tot economische ontwikkeling, dat er kan bijdragen dat wij in elk geval onze energie, verzekerd zijn van dat we voldoende energie zullen hebben in de toekomst voor Suriname. Maar ook misschien dat we het hele Caribisch gebied ook kunnen helpen voorzien. Dat soort zaken moeten we toejuichen. Ja, want Staatsolie geeft aan dat is niet onze prioriteit nu. Het heeft te maken met ook hun financiën. Ze hebben hun eigen prioriteit. En op dit moment is hun prioriteit als oliebedrijf, want ze zijn gewoon een commercieel bedrijf, is hun prioriteit, dat betekent de prioriteit van Staatsolie zelf, is olie. Maar de president heeft in Nikeri toen gezegd dat Suriname zich veel meer ook gaat richten op die gasvoorraden en iets mee te doen. Die twee uitspraken bijten elkaar niet. De president praat meer vanuit zijn nationale visie. De president moet alles overzien. En de president heeft aangegeven dat als er bedrijven zijn die willen investeren in de gasvoorraden, dat Suriname daarvoor open is. Dat is wat de president gezegd heeft. Ik denk dat de directeur van Staatsolie heeft gesproken vanuit zijn verantwoordelijkheid als bedrijf. Hij heeft een bepaalde financiële armslag. Hij weet wat hij kan investeren. Hij heeft ook aangegeven in het artikel dat Staatsolie zich opmaakt om die 20% aandelen die ze kunnen hebben om mee te doen met de hele ontwikkeling van offshore oil en gas, dat ze dus dat geld vrij willen hebben om daarin te investeren. Dus dat is hun prioriteit. Maar als we kijken op nationaal vlak, dan als er een Phoenix is die zegt van luister, maar ik heb dat geld wel om te investeren, dan kunnen we het alleen maar toejuichen. Het is voor mij een en-en. Zowel de uitspraak van de president is voor mij juich ik toe. Zowel ook Staatsolie die zegt van luister, ik wil me daarop concentreren. Het punt is, Staatsolie moet open zijn. En dat heeft de directeur gezegd, we zijn open. Daar gaat het eigenlijk om. Open, je bedoelt gestaan. Open zijn dat ook andere bedrijven die nu willen investeren in de gasontwikkeling van de gasvoorraden, dat die de ruimte krijgen om dat te doen. Ik heb zelf informeel voorgesteld dat misschien Staatsolie moet kijken dat ze zich ook daarin kopen. Toch? Zoals ze zich willen inkopen, 20% aandelen bij de oliebedrijven. Ik denk sowieso, Staatsolie als onze nationale trots zou dat ook moeten bekijken op andere gebieden met andere bedrijven.
Oké, okay, Sharma vraagt, waar ligt het aan dat het nu 2027 is geworden? Dan zoals water hier voor jou. Hopelijk spelen er geen andere belangen en wordt Guyana niet bevoordeeld en sommige Surinamers worden verrijkt. Ja, laat me dit zo zeggen. Waarom 2027? Kijk, het heeft te maken met de tijd die je nodig hebt om de hele olievoorraden, die olieindustrie te ontwikkelen. Als je kijkt naar de timeline die gegeven is, heb je ongeveer 10 jaar nodig voor exploratie. Dat is eigenlijk om na te gaan. Zijn er werkelijk voldoende voorraden, zodat ik mijn geld erin kan gaan stoppen? Mm-hmm. Wat je nu gaat krijgen, is dat je gaat krijgen, als de final investment decision genomen wordt, en hopelijk wordt het in 2023 genomen, ik denk van wel. We vertrouwen God dat hij ons die genade geeft. Dan heb je dat men nu gaat investeren. Dat is nu de production fase. In die fase zitten we nu? Die fase moeten we gaan. Oh, okay. Na die final investment decision. Maar die fase neemt 3 tot 5 jaar ook. Met Guyana had je dat dus. Je schat in als men nu het besluit neemt. Laten we zeggen 2023. Dan neem je aan, als je kijkt hoe zaken internationaal gaan, ook bij Guyana, mm-hmm. dat het 3 tot 5 jaar zal nemen. Heeft het bij Guyana ook 3 tot 5 jaar genomen? Hetzelfde. Dus het is niet iets dat je vandaag een besluit neemt en dan morgen kan je olie pompen. Nee, je moet die voorbereidingen treffen. Daarom heb ik gezegd, laatst toen ik terugkwam van Guyana, Suriname is toch niet in zo'n slechte positie als we denken. Omdat wij tijd hebben om ons voor te bereiden. Maar Guyana hadden dus ook, want die hebben dat 3 tot 5 jaar, zeg je, duurde het voordat die olie werd gepompt. Dus Guyana had ook de tijd om zich voor te bereiden, toch? Als we kijken naar Guyana nu op dit moment, dan hebben de Guyanese zelf gezegd, het is een exponentieel steep grow. Dat betekent dat je plotseling omhoog gaat en je weet niet eens echt wat je moet doen. Eigenlijk, laat me zeggen, nu pas zijn ze bezig zich goed voor te bereiden. Hm. Wat betreft arbeiders, er zijn zoveel arbeiders nodig, er moet zoveel gebouwd worden. Ga op straat. Ik ben geweest op straat om te gaan praten met die kleine man daar. Die taxi-ondernemer, et cetera. En die mensen voelen het niet echt. Ze zeggen, Aoli, dit wel. Toen ja, die de mij pomp ook, maar wij voelen het niet. Wij merken er niks van. Wij merken er niets van. Dus wij hebben de ruimte niet om ervoor te zorgen dat we onze local content, in elk geval die nodige injecties geven, om ervoor zorg te dragen dat ze voorbereid zijn. Wij hebben nu de tijd om ervoor zorg te dragen dat mensen kunnen gaan studeren, toch? Oké, okay, Staatsolie heeft de aanzet gegeven, 30 jongeren, maar wij praten over 5000 mensen die nodig zijn in die sector. Dus we moeten aan tafel gaan zitten en gaan zeggen, hoe gaan we op zijn minst 30% van die 5000, dat is 1500 arbeiders, gaan wij kunnen leveren? Dus nu moeten we drastische maatregelen nemen om ervoor zorg te dragen dat we voorbereid zijn, want we hebben nog ruimte. En, zeg ik, wat heel belangrijk is, wij moeten ervoor zorg dragen dat we de economie gaan diversificeren. Niet en wat betekent maar, dat? Dat betekent we moeten niet alleen maar blind staren op die olie en gas. We moeten nu kijken wat zijn de andere mogelijkheden die de economie ons biedt met onze houtsector, met landbouw. Onze toerisme, met landbouw. We moeten gaan, want de wereld heeft problemen. We weten er komt een voedselschaarste. Dus hoe ons dan wacht die olie? Om roken kom je dat olie. Dat eigenlijk dat olie door. Dat, we zijn blij met je, maar ondoet hoor ik bij. Dat is wat we moeten doen op dit moment. En als je zegt we moeten doen, dan wie bedoel iedereen, je? Iedereen. De regering, de particuliere sector, internationale bedrijven die zich hier willen vestigen, die diaspora. Iedereen, we moeten, het is ons land, wij moeten ervoor zorg dragen dat we een goed plan hebben. Wat ik altijd zeg, if you don't have a strategy, you will become a part of somebody else's strategy. De wereld heeft strategieën, ze laten dat op ons los. Wij moeten onze eigen strategie hebben hoe we dit land gaan ontwikkelen. En dus het heeft altijd een staat met willingness. Willingness. Ja, want als je zegt van wij moeten het zo doen, hè, want dan kunnen we ons voorbereiden. Dus we moeten scholen. Want kijk, hebben wij al die kennis in huis of moeten we de kennis inkopen? Ik neem staatsolie altijd als een voorbeeld. We hadden het niet in huis. Je telefoon gaat, je moet even van je tafel af. En we hadden het niet in huis, maar we hebben het ingekocht. Ja. Staatsolie staat daar. Ik zeg dus, wanneer mensen praten, zeg ik ze altijd van kijk naar staatsolie. Koop die kennis in. Je moet het inkopen. Ja. En zoveel. Hoe hebben bepaalde landen zich ontwikkeld? Die diaspora.
is teruggekomen, maar je moet de randvoorwaarden gaan creëren voor die diaspora. Want men ook wel liep dat men verdient 5000 euro van president Mokasra na. Mij loopt mijn kondre. Hoeveel verdient 5000 SD? Mij loopt mijn kondre, maar ik ga door mij loopt mijn schrift toe. Dus ik begrijp de mensen. De mogelijkheden zijn er daar. Wat we niet hebben, kunnen we inkopen. Want hoe hebben olie, hoe hebben goud, hoe hebben udo, hoe hebben alle dingen. Maar echter dus, ik was ook in Guyana bij die Energy Summit. En toen zei daar een directeur van een bank, die zei de overheid moet faciliteren. Dus die moet zorgen voor de randvoorwaarden, dat wetgeving in orde is. Maar de private sector, die zou zich veel meer moeten gaan manifesteren door veel meer te gaan organiseren en te doen. Ben jij ook die mening toegedaan? Totaal, helemaal. Daarom zijn we ook de Energy Sector, Energy Chamber begonnen. Ik voer ook nu al gesprekken met de overheid. Omdat ik persoonlijk geloof, als we kijken naar het binnenland, daar hebben we 200, 300 dorpen. We weten al dat 50 van die dorpen eigenlijk, kan je zeggen, gegeven worden aan een Chinees bedrijf om ervoor zorg te dragen dat die dorpen komen op zonne-energie. Nog 50 andere bedrijven gaan, nog 50 andere dorpen gaan waarschijnlijk ook vanuit die creditlijn van India gebruikt worden om nog 50 dorpen te zetten op zonne-energie. En mijn punt is, we moeten de Surinaamse bedrijven ook dezelfde kansen geven. Dat betekent, we moeten gaan zorgen dat voor de private sector, in het kader van dit soort projecten, dat de mogelijkheden gecreëerd worden voor ze. Maar moet die private sector zich dan ook niet gaan voorbereiden? Want dat is juist wat we doen. Maar waarom zou ik jou gaan inhuren als je niet die kennis in huis hebt, maar de Chinezen of mensen uit India hebben het wel? Dat is niet waar. De meeste projecten die uitgevoerd worden, zijn Surinamers bedrijven, subcontractors. We hebben die kennis, we kunnen het. En wat we niet hebben, kunnen we inkopen. Dat is not a problem. Wat we voor moeten zorg dragen is dat de randvoorwaarden qua financiering daar aanwezig is. Soms kunnen we niet meedoen omdat er geëist wordt dat je misschien 5 grote projecten hebt uitgevoerd en dat je 1 miljoen US dollar op de bank moet hebben. Dus dat soort zaken moeten we naar gaan kijken en gaan kijken wat kunnen we doen in het kader van local content om de Surinaamse bedrijven tegemoet te komen zodat zij ook kunnen uitvoeren. Natuurlijk zeg ik één ding. Je moet voldoen aan de hoogste standaarden. Exactly. Het is niet omdat je een Surinaams bedrijf bent, moet je het in Vinaworoko, omdat je bereid bent ook te investeren in je bedrijf, in je kennisniveau, et cetera, om mee te kunnen doen. Ken jij nu 3 bedrijven die zouden hier aan kunnen meedoen, die zijn gekwalificeerd? Surinaamse bedrijven? Ja, zeker man. Je hebt een bedrijf, grote bedrijven als Beta, El Gawa, HSW, ik kan nog zoveel andere noemen. Weet je, mensen zeggen eigen lofting, dus in elkaar bepaalde bedrijven. Maar ik wil aangeven dat er voldoende bedrijven zijn die hebben geïnvesteerd, die grote projecten doen. Want al die grote gebouwen die gebouwd worden, nu in Suriname en gebouwd zullen worden, het zijn Surinaamse bedrijven die het ook gaan uitvoeren. Toch? Dus je zegt dus, die overheid moet er voor gaan zorgen dat zij die randvoorwaarden creëren, dat bijvoorbeeld leningen... Samen met de organisaties als de IDB, die heel veel investeert in Suriname. En mijn punt is geweest, laten we ook gaan investeren in de private sector. En ervoor zorg dragen dat zij ook hun bijdrage kunnen leveren in het geheel. Het is mogelijk, het wordt gedaan. In Brazilië, andere landen, het kan ook in Suriname. Ja, en zijn al deze private sectors, zijn ze deze bedrijven... De Bondroekonawang of zijn ze ook allemaal eilandjes? Nou, dat gebeurt nu. Dus vandaar dat we dus de Energy Chamber gestart zijn. En hebben gezegd van, en dat is niet een nieuw ding hoor. Ik ben in 2014 begonnen, heb ik voor het eerst alle bedrijven bij elkaar gebracht. Met ze gezeten. Maar de tijd was nog niet rijp daarvoor. Nu is de tijd wel rijp ervoor. Dat we bij elkaar zijn. Want er is genoeg voor iedereen. We praten over bijna 200, 300 dorpen in het binnenland. Wat man allemaal klaar houden ook. Nee, dus verschillende mensen zouden kunnen profiteren op een gezonde manier. Maar alle neuzen, zegt Cindy, moeten nu nationaal gericht zijn gezien de omstandigheden van ons land. En Alexandra zegt, nou, ik zou meteen concentreren op gas. Niet wachten, maar uitvoeren. Welk bedrijf is willing? Ja, Phoenix is gestart, toch? Phoenix gaat nu een diepzeehaven bouwen. Het bedrijf Phoenix, Firebird zijn 2 bedrijven. Die zich nu op dit moment hebben aangegeven dat ze een aantal miljarden bereid zijn te investeren om de gasvoorraden te helpen ontwikkelen. Okay. En ik denk de directeur van Staatsolie heeft ook aangegeven, ze zijn niet onwilling over bedrijven die willen investeren. Alleen natuurlijk hebben ze hun eisen, wij hebben ook onze eisen. Dus, zodat er een stukje transparante beleid is wat dat betreft. Oké.
Sharma zegt, eerst was het 2025 en opeens 2027. Waar komt dat door? En neem aan dat over 2025 ook was nagedacht. Nee, dus je hebt 3 tot 5 jaren, toch? Want er zijn tal van omstandigheden die kunnen spelen. Is net als je een nieuw project begint in een zaal. Precies, zei ook een middrapje. Dus daarom neemt men een periode van 3 tot 5 jaren. Als we geluk hebben, en Suriname is een land met veel geluk. Soms een beetje ongeluk, maar er is veel geluk. Want we hebben veel reserve. Kan het binnen 3 jaren, ja. Maar waarom 2025 werd het eerst genoemd dan? Nee, omdat je 3 tot 5 jaren neemt, toch? Dus je neemt... Waarom men noemt 2025, 2027? Omdat je niet zeker weet. Het kan binnen 3 jaren, maar je moet rekening houden dat je... Maar die 2027 is nu pas gekomen. Men heeft altijd maar over 2025 gesproken. Die final investment decision is nog niet gemaakt, toch? Dus je praat, als je 2 jaren geleden hebt gesproken en aangenomen hebt dat die final investment decision zou komen in, laat maar zeggen, 2020, dan hou je 2025 voor ogen. Maar nu is het na 2 jaren nog niet gekomen. Dus je moet ook schuiven. Kijk, die final investment decision... Wat is dat? Final investment decision. Laat me dat goed uitleggen. Kijk, final investment decision heeft eigenlijk te maken met het bedrijf die aangeeft van luister, nu gaan we de nodige investeringen plegen, zodat wij die olie uit de grond kunnen krijgen. Dus noem op dat 20 miljoen. Noem op dat 20 miljoen of noem maar op, toch? De aantal miljarden. En dat heet final investment decision. Ja, dus is, je beslu- is gewoon een besluit van het bedrijf dat noem op dat money in atori. Wat je dan hebt, dat sowieso voor Suriname, wat het voor Suriname betekent, is een stukje dat een toename van onze, ik zeg het, kredietwaardigheid. Want dan, want je moet zekerheid in contact, hey, werkelijk, de moet investeren money en de mogelijkheden zijn dat het werkelijk pompen van olie uit de grond is verhoogd. Dus het helpt ons een beetje met onze kredietwaardigheid internationaal. Het gaat geen directe problemen oplossen, want je moet begrijpen dat de investeringen die gepleegd worden, de Surinaamse bedrijven niet op de plaats zijn om die goederen die nodig zijn, toch die grote schepen en dat soort dingen, om dat soort diensten te kunnen leveren. We gaan wel mee kunnen doen, ik zeg ik een beetje zijdelings, toch, aanvoerbedrijven, dat we arbeiders gaan kunnen aanleveren als we goed erop voorbereid zijn, dat we ook wat materiaal gaan kunnen aanleveren, maar de meeste materiaal gaat niet komen uit Suriname. Het gaat de buitenlandse bedrijven ten goede komen. Dus daarom moeten we goed met elkaar praten en zeggen van, maar hoe kunnen we toch meer intappen, zodat wij ook als Surinaams bedrijf ervan kunnen mee profiteren. Ja. Daarom ben ik blij met de 2 grote havens die gebouwd worden. Ik zeg, elke haven die erbij komt, aan de omanie, je wil investeren, man, het is vrij goed. Maar de vraag is, welke deal wordt er gesloten dat Suriname als totaal land, dat we ervan mee kunnen profiteren. Ja, dat is belangrijk. Senif zegt, ik vind het jammer dat er nog steeds geen productie is. We zijn al 2 jaar bezig en inderdaad met toekomstig voedseltekort wordt daar wel op ingespeeld. Wordt daar wel op ingespeeld? Want ik merk er niks van, zegt ze. Dus ja, dus dat heb ik juist aangegeven. Koenos don wachta olie. Koen begin doe zo man doen. Want als we nu in de afgelopen 2 jaren zwaar hadden geïnvesteerd in de productiesector, zwaar hadden geïnvesteerd in de pluimveesector, zwaar hadden geïnvesteerd in de landbouwsector, waren we 2 jaren verder. Ja. Dus, en laten we zeggen, ik zeg gewoon bij wijze van praten, als die final investment decision nog 2 jaren op zich laat wachten, wat gaan we doen ondertussen? Exactly. We moeten nu gewoon iets doen. Bijna omdoelijke olie naar dit, om begin doen ter sani, dat daar olie kon ook een keer meegenomen. Maar dat heeft dus te maken met visie van leiders. Visie en beleid. Daarmee heeft het te maken. Ja, want als je beleid niet erop gericht is om te gaan kijken van oké, want wat jij nu zegt, er is weinig geïnvesteerd. Als je kijkt naar onze gezondheidszorg, bijna niet geïnvesteerd. We kijken naar onze overheidsgebouwen, weinig of tot helemaal niet toe geïnvesteerd. Ja. Dus die investment van de overheid is belangrijk om te investeren in die samenleving, in opleidingen. In wat dan ook. En als je dat niet hebt als overheid, wat kun je dan doen als private sector dan? Nou, wat wij gedaan hebben. Wij zeggen, we wachten niet op de overheid. Wij stappen naar de overheid toe. Uh-huh. We zijn assertief. Je moet, er is een gezegde, the future is for those who prepare for it. Als private sector in je bedrijf, als het moeilijk gaat, ga je toch niet in een hoek zitten huilen. Je zoekt naar mogelijkheden. Je probeert door te stappen. En ik zeg, die fighting spirit die we hebben,
vanuit de private sector, die moeten we ook gewoon tonen aan die overheid van luister nou, we gaan niet bij de pakken neerzitten, we gaan ons bundelen, want dat is belangrijk. Als de private sector niet gebundeld is, kan je bla 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 praten hoeveel je wil, er gaat niets gebeuren. Anaiwoko. Dus dat leg ik de mensen uit. Daarom hebben we die Energy Chamber opgezet. Zeg, laat iedereen bij elkaar komen, laten we praten. Er is genoeg geld, er is genoeg mogelijkheden, er zijn genoeg middelen voor iedereen om roken samen. Maar dat is het probleem waar ik tegenaan loop, dus die samenwerking. Dat of vanwege het feit dat jij een andere politieke kleur hebt, of omdat jij van een andere etniciteit bent. Die samenwerking, dat is zo belangrijk, willen we naar een hoger niveau komen. Want als we het op deze manier blijven doen, eilandjes vormen, dan gaat het hem niet worden. Kijk, ik denk dat wat belangrijk is in het geheel, wat mensen soms onderschatten, is de prijs die je moet betalen. Om iets op gang te brengen. Mm-hmm. Ik ben 10 jaar geleden begonnen in de energiesector als klein bedrijf. En ik heb ook klappen gehad, heel veel klappen. Ook van de politiek heb ik echt de klappen gehad. Maar at the end of the game heb ik gezegd, ik wil niet kijken naar die klappen. Ik wil kijken naar wat kan ik doen. Ik zeg dat Surinamers, maar ook mensen in het Caribisch gebied, wie weinig voorbeelden hebben gehad van mensen die ons hebben geleerd hoe we samen moeten werken. Dus de voorbeelden heb je niet echt. Dat is mijn persoonlijke mening. Hm. Ik zeg dus, somebody has to step up. En als het nou een Gloria is, als het nou een Orlando Ollenberg is, als het nou wie dan ook is, die zegt van, hey, I can do the job. Let's step up. Laten we samenwerken. Laten we praten. Laten we stoppen om te vechten. Wie is groter, wie is beter. Laten we doen wat we moeten doen. En ik zeg, dit wil ik nog even bijvoegen. Ik zeg, ik heb nooit problemen met duisternis. Ik heb problemen als licht ontbreekt. Want wanneer licht komt, moet duisternis weken. Dat is een wetmatigheid waarmee ik altijd rekening houd. Ja, mooi gezegd. Cynthia zegt, voorwerk doen en de bevolking op de hoogte houden en informeren. Dus die transparantie en die communicatie waar ik ook iedere keer op hamer. En iedereen heeft recht op de winsten uit grondstoffen. Niet zoals bij de goudwinning, maar daar heeft Surinamers hebben er geen baat bij. We hebben niet gezien dat, want er is zoveel goud dat weggaat uit het land. We hebben het niet teruggezien in onze infrastructuur, niet in onze overheidsgebouwen, niet in onze gezondheidszorg. Omdat die wet blijkbaar ontbreekt, of omdat willingness ontbreekt, om controle ontbreekt. Waar ligt het aan dat Suriname zo weinig profiteert van die goudwinning? Politieke willingness moet er zijn, toch? Je gaat bereid moeten zijn zoals we hebben gedaan in de oliesector. Mm-hmm. In 1980 is er een wet vervaardigd die ervoor zorg heeft gedragen dat we een staatsolie hebben en niemand aan staatsolie kan komen. Staatsolie is beschermd in een wet, toch? Dus ik zeg, wil je je goudvoorraden ook beschermen, ga het in een wet beschermen. Zorg ervoor dat de wetsproducten daar zijn, maar daarvoor heb je dus die politieke willingness nodig en Usabi, dat onze politici ook zitten in die goudsector, niet nu, altijd hebben ze gezeten in de goudsector. Dus wil je het veranderen, dan moet je die politici veranderen. Ja, en dat blijkt dus elke keer weer. Dus het niet gaat meer om nationale visie, maar het gaat om eigen visie, om eigen zak te vullen. En we gaan niet de langere termijn visie denken van, hey, laten we dit een wet aannemen of een wet maken of wijzigen, zodat Suriname in zijn geheel kan profiteren. Dit heeft dus te maken met gewoon eigen belang in plaats van nationaal belang. En ik neem staatsolie altijd als een voorbeeld. Ik zeg, als de toenmalige machthebbers het besluit niet hadden genomen om te luisteren naar de deskundigen, want ze hebben geluisterd naar de deskundigen. Meneer Jarab, hè? Ja, meneer Jarab, maar ook degene die hebben meegewerkt aan het totstandkoming van die wet. Meneer Jarab heeft zijn bijdrage meer geleverd als directeur van Staatsolie, mm-hmm. Maar hij moest gefaciliteerd worden. Er moest een wet zijn, er moest een bedrijf opgericht worden en dat bedrijf moest beschermd worden middels een wet. En dat is gebeurd. Natuurlijk zeg ik, alles is geen koek en ei. En we weten, we zijn geen vrienden in Jeruzalem. Maar als we kijken naar het resultaat nu, hebben we tenminste een bedrijf waarop we trots mogen zijn. En dat moeten we als voorbeeld nemen. Iemand zegt, dus Suriname is nu afhankelijk van één bedrijf. Bedoel je daarmee, denk ik, naar Finis? Ik weet niet wat, ik kan niet terug. Nee, ze bedoelen staatsolie waarschijnlijk. Ja, dus kijk, op dit moment sowieso vervult staatsolie een belangrijke rol. En dat zij moeten waken over onze olie- en gasvoorraden. En voor zorg dragen dat het volk daadwerkelijk ten goede komt. Maar ik ben eens, we moeten de economie gewoon gaan diversificeren. En eigenlijk is de ook economie wel al een beetje gediversificeerd. Maar we doen het
te weinig gecoördineerd, op een gecoördineerde wijze. Het is te weinig gecoördineerd. De houtsector moeten we beter gaan structureren. De goudsector moeten we beter gaan structureren. De belastingdienst moeten we beter gaan structureren. We moeten we weten, er komt een voedselschaarste. Ik bedoel, het is een open goal. Je hoeft niets te doen, je hoeft te planten. We hebben grond, we hebben alles. Oké, ik begrijp dat men een Chinees bedrijf nu heeft binnengehaald. Weet je? Maar er zijn zoveel Surinaamse bedrijven die in het buitenland gaan investeren. We moeten gewoon zorgen voor de randvoorwaarden en het komt goed. Ja, en voor is dus de politiek. Sharma zegt, dat bedoel ik dus 2 tot 5 jaar, dus de uiterlijk 2025, maar nu opeens 2027. Dat zijn dus 7 jaren. Ik krijg hier geen goed gevoel bij. Alexander zegt, zonne-energie is ook een enorme investering, toch? Het is een on the long run profit, net zoals in de goudsector, non-quick werken. Die investering is enorm voor de porknokker en ook niet haalbaar. Dus zij zegt, die zonne-energie is ook een enorme investering, financieel. Alles kost een prijs. De hydro kost ook een prijs. Hydrogen kost ook een prijs. Bio-energie, alles kost een prijs. En de vraag is, wie kan helpen om die prijs te betalen? Als je kijkt naar de investeringen die de IDB wil plegen, de inspanningen die de IDB wil plegen, om ervoor zorg te dragen dat we de financiële middelen beschikbaar zijn. De IDB, de CDB, die grote financiële instellingen. Er is worden gelden vrijgemaakt internationaal, zodat er groen geïnvesteerd kan worden. En die potten moeten we tappen. Toch? Net zoals Guyana heeft op dit moment een 750 miljoen veilig kunnen stellen voor investeringen. Dat soort zaken moeten we doen. Je moet innovatief omgaan met je problemen. Maar dat kun je dus pas als je dus deskundige mensen hebt aan het roer. We hebben deskundige mensen. We moeten ze alleen de ruimte geven dat zij kunnen doen wat zij moeten doen. Zoals Gloria daar is, is Gloria deskundig op datgene wat zij doet. Ik ben deskundig op het gebied van energie. Ik zet me in. En er zijn zoveel andere deskundigen. Ja, maar als je dus niet daar zit om het beleid te maken. Dus het gaat om de beleidsmakers. Die moeten het belang gaan inzien van wat Gloria doet. Of wat Orlando doet. Of wat weet ik veel doet. Maar als dat niet gezien wordt of men wil het voor hun eigen ding houden. En dat is het probleem. We komen niet verder omdat we leiders hebben die geen visie hebben. Althans geen lange termijn visie hebben. Of nationale visie. Kijk, het probleem wat je hier hebt is dat, en gelijk, ik geef je helemaal gelijk, dat we te korte termijn denken. En we moeten lange termijn gaan denken. Ik zeg, Surinamers hebben voldoende visie. Ik zeg Surinamers, want ik ben een Surinamer. En ik heb visie. Ik zie mijn land al in de toekomst. Dus ik zeg, als ik het zie, er zijn meerdere mensen die het zien. Als we allemaal opstaan en bij elkaar komen en richting beginnen te geven, zoals ik ervoor gekozen heb, op mijn vakgebied ga ik richting geven. Ik ga niet wachten op die overheid, ik stap naar die overheid toe. En als die overheid niet met me wil werken, de overheid werkt met me, als de overheid niet met me wil werken, dan ga ik naar het volk toe. Je moet iets doen, je kan niet als slachtoffer zijn in het geheel. Ik weiger te geloven dat ik een slachtoffer ben, van wie dan ook in het land. En dat heb ik altijd gezegd, ik ga opstaan en iets doen. Ja, ik zeg het ook steeds, die burger moet die tegenhang bieden. We hoeven niet op de politiek te wachten. Je moet je dus zodanig profileren. En daarom is samenwerken zo belangrijk, inderdaad. Sharma zegt, stel dat je goed voorbereid bent en over 5 jaren gaat men toch niet over tot productie, maar men gaat voor duurzame energie. Wat dan? Zijn er al daarover duidelijke afspraken gemaakt? Is er productie en zekerheid? Ja, hierover praat ik. We moeten ons niet blind staren op olie en gas. We moeten ervoor zorg dragen dat wij nu in elk geval ervoor zorg dragen dat de productie omhoog gaat. Dat we meer gaan planten. Dat we meer doen aan kippenteelt en al dat soort zaken die nodig zijn, die we kunnen leveren. We moeten exporteren. En daarom moeten we niet mensen als Gerrit van den Berg boycotten, dat die dus uiteindelijk weg moeten uit het land. Want dat was wat er gebeurt. Ja, dus dat zeg ik toch. Dus dat is wat we nodig hebben, is om te begrijpen dat we moeten exporteren. We moeten bedrijven de ruimte geven dat ze zich kunnen ontwikkelen, zoals Guyana doet. Een aantal bedrijven van ons zitten lekker daar zo in Guyana. En laat me dit erbij zeggen. We zijn zelf nu bezig om te praten met Guyana, omdat er een geweldige ontwikkeling is in Guyana. Mijn doel is om te kijken, hoe kunnen Surinaamse bedrijven ook profiteren van wat er gebeurt in Guyana?
En dat de Guyanese bedrijven ook kunnen profiteren van wat er hier gebeurt in Suriname. We gaan bijvoorbeeld, we hebben al gepland om eind van het jaar, dat is in november, om een grote conferentie te november? Doen. November? November, ja. Volgend jaar? Volgend jaar, 2023. Uh-huh. Om een grote conferentie te doen. Daar heb ik al een stukje buy-in. In elk geval ook van Frans Guyana. Het gaat gericht zijn op de Guyana's. We hebben resources in de Guyana's. We moeten samen praten. We kunnen gebruik maken van het feit dat we aan in het oosten hebben, zijn we dichtbij Europa. En in het westen hebben we nu een land, Guyana, waar een geweldige ontwikkeling is. Ik zie het als een opportunity. Hoe kunnen wij daarvan gebruik maken? Hoe kunnen wij onze Surinaamse bedrijven ook positioneren in Guyana? En wat mij betreft, Guyanese bedrijven met hun ervaring ook hier in Suriname. Zodat we het samen moeten doen. We moeten nu meer gaan kijken naar Zuid-Zuid relatie. Wat kunnen we doen met Brazilië? Wat kunnen we doen met Afrika? Niet alleen kijken naar het Westen. Het is goed om te kijken naar het Westen. Mm-hmm. Maar je moet je horizon gaan verbreden. Je moet niet alleen maar blind staren op wat er hier in Suriname gebeurt. Internationaal gebeurt er zoveel. Dat, jongen, als je echt wil werken, je echt wil ontwikkelen. De sky is the limit. Zeker, man. De sky is the limit. Alexander zegt, niet meer te veel praten, samen doen is de key. Bewustwording en trainingen volgen, dat het echt moet. En dat is wat ik ook probeer met mijn programma. Te werken aan die bewustwording. Sharda zegt, en het wordt ondersteund door drie andere mensen. Orlando kan ook motivational speaker worden. Politiek zet het volk niet op de eerste plaats, zegt Cindy. En Sharda zegt, ondeskundige mensen gaan over deskundige mensen. Hoe verwacht men dan dat het goed gaat? Want als we kijken dus naar, nogmaals, wat is gebeurd met Gerard van den Bergen. Die man die 15 jaar hier heeft gehad, zijn kippendingen. Die is vanwege het feit dat hij en de minister niet doorheen durven kunnen. Heel veel zaken zijn niet goed gelopen. De rechter geeft hem gelijk. De president geeft opdracht. En toch doet de minister van LVV lekker wat hij zelf wil. Nou, een bananenrepubliek kan je niet meer hebben op dat gebied. Alexander zegt preventief denken. En Sharma vraagt, is staatsolie niet bij machten om zelf de productie op te starten? Dus noos door het afsluiten van een lening. Dus de boel in eigen boezem houden. Nee, ik zou het niet doen. Je gaat de bedragen die je moet investeren zijn gigantisch. Okay. En je praat ook over ervaring. We hebben geen ervaring in offshore olieproductie. Dus wat staatsolie heeft gedaan, is eigenlijk ervoor zorg dragen dat ons belang veilig is. Want ons belang moeten we veilig stellen. Waarvoor wij samen met staatsolie, en dat zeg ik, ligt niet alleen op het bord van staatsolie, ook op het belang van alle Surinamers. Wij moeten ons eigen belang ook veilig stellen. Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat de onderwijsinstellingen nu echt aan tafel moeten gaan zitten. En dat we gaan kijken van hoe gaan we die 5000 arbeiders leveren. Niet alleen staatsolie, PTC, universiteit, de technische school, vakscholen. Iedereen moet bij. Het is niet een kwestie van staatsolie. Alleen we zijn blij met staatsolie. But it's not a one-man show. Het is een Surinaams ding. Dus we moeten met z'n allen, daarom hebben we de Energy Chamber opgezet. Om te zeggen van laten we met z'n allen aan tafel gaan zitten. Het is ons belang. Nou, olie. Oké, die vraag ga ik straks stellen. Goud en houtgunning is makkelijker in een land met waarde. Landbouwinvestering is te hoog en zwaar. En wie moet dan de landbouw gaan uitvoeren? Dus daarom moet je gaan werken met internationale organisaties, toch? Kijk, Holland, met alle respect. 5 maal zo klein als Suriname. Maar kijk wat ze allemaal doen op het gebied van landbouw. Ja. Dus dat soort voorbeelden, toch, moeten we gaan nemen. Zeg, als een land met misschien. De man heeft een grondsa abi. Holland heeft een grondsa, de vruchtbare grond. Maar toch, Lucas had ermee de bloemen teelt. Geloof ik, de grootste ter wereld. Dus laten we onszelf niet voor de gek houden. Ik ben eens, we moeten onze mensen trainen. Mm-hmm. We moeten meer doelgericht gaan investeren. We moeten bereid zijn om een open economie, ik zeg het, een open economie te hebben. Waarbij we andere bedrijven ook verwelkomen. Toch, dat we free zones gaan opzetten, zodat het eigenlijk dat we belastingincentives gaan geven, zodat grote bedrijven zich ook hier willen gaan vestigen. Ja. We moeten onze mensen ook trainen. Weet je, om trainen, zullen dat man, want we gaan door een seconde, doen we het zo goed. Weet je, dus ik denk dat we in eigen land met de juiste randvoorwaarden het ook goed kunnen doen. Dat denk ik ook. Alexander zegt, en als we planten, moeten we hoog planten in kassen in verband met regen en slechte afwatering. Geen versopen oogsten meer. En onbespoten groenten en fruit, zegt Alexandra.
Ja, stroom in Holland is zo duur. Toch gebruiken ze die stroom ook voor hun hele plantenteelt en dat soort dingen. Stroom in Suriname is zo goedkoop. En toch doen we het. Dus dat heeft te maken met gebrek aan visie. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Is er nog iets dat je zou willen zeggen? Mag ik je wat vragen? Ja. Even outside of this. De uitspraken van de VP. Wat is jouw visie over politiek, over leiders in Suriname? In Suriname hebben we een machtscultuur. En dat is jaar en dag zo. Het is niet iets van nu. Het is altijd zo geweest. De machtscultuur is ook niet begonnen met Suriname. Het is begonnen met de mensen die ons nu excuses willen aanbieden. Nederland. Daar is het begonnen. Ze hebben ons vanuit een machtspositie hebben ze Suriname geregeerd. En dat stukje cultuur hebben we niet losgelaten. Het wordt tijd dat we gaan begrijpen. En daarom zeg ik, we moeten niet bang zijn om te praten. Wij Surinamers moeten ervoor zorgen dat het anders aan toe gaat. Dat betekent, als wie dan ook verkeerd is, fout is, moeten we bereid zijn om te zeggen van nee, maar dit past niet. Toch is net als mijn kinderen toch? Ik kan ze niet meer zeggen dat. Die hebben dat toejari. Dan zeg ik, papa heeft gezegd. En dan is het papa heeft gezegd. Nu zijn mijn kinderen ouder geworden. Ze zeggen, papa, maar we denken er anders over. Zo moeten we als Surinamers leren. Omdat dat we niet meer vanuit die machtscultuur met machtsafstand gaan werken. Jij bent hier en ik ben daar. Want zo hebben we ook in Akondere DC. Ik ben hierboven en jij bent daar beneden. We moeten dat ding afschaffen. We zijn intellectuelen. We zijn ondernemers. We zijn entrepreneurs. We zijn mensen die kunnen nadenken. We hebben een eigen vrije wil. Die Surinamer moet leren om verantwoordelijkheid te nemen over zijn land, over zijn eigen leven. Toch, iedereen mag zijn uitspraken doen, maar jij bent daar als Surinamer, toch? En als iets verkeerd is, is het verkeerd. Dat moet wel goed. Iedereen mag zijn uitspraken doen, ja, maar niet als een VP. Je staat daar niet los. Nee, sowieso, je hebt een functie, toch? Sowieso zeg ik dat, als ik kijk naar het politiek spel in Suriname, dan vind ik dat het niveau een beetje laag is. Zaken worden dwars gezegd door elkaar. Soms kijk ik erger me soms. Want ik zie een VP daar zo zitten met de president. En zie dat die man diep van binnen ontevreden is. Want hij schudt zijn hoofd terwijl de president praat. Dat heb ik bij een paar interviews gezegd. Dus ik denk dat we sowieso naar een hoger niveau moeten gaan in Suriname. Dat betekent dat politici de hand in eigen boezem moeten steken. En zeggen van we moeten het anders doen. De wijze waarop we het doen is niet goed. We doen het eigenlijk soms, zeg ik zelf, op een kinderlijke manier. En we moeten daarvan afstappen. We hebben, en het probleem wat we hebben, en dat vind ik persoonlijk, kijk, de president en de vicepresident zijn beide voorzitters van twee grote politieke partijen. Ja. Dus dat ding brengt problemen met zich mee, want je hebt zoveel mensen die eisen vanuit de politiek. Je moet dit doen, je moet dat doen, dus die president is onder druk als president, maar ook als voorzitter van een politieke partij. Tegelijkertijd, onze vicepresident is onze vicepresident, maar hij zit ook onder druk van zijn partijgenoten. Dus dat soort dingen moeten we gaan scheiden, willen we verandering hebben. En daarom zeg ik ook, ik vind dat je het moet afschaffen. Je kunt geen voorzitter zijn van een partij en tegelijk president of vicepresident. Sorry, dan moet u een van die twee dingen gaat u moeten loslaten. Dat zou, vind ik, een betere deal zijn. Dat zijn de discussies die we nu moeten voeren. En we moeten niet bang zijn om die discussies te voeren. Er is geen enkele reden om bang te zijn. We leven in een democratische samenleving. Zo lees ga je misschien iets naar je hoofd toe geslingerd krijgen. Maar we leven in een... We hebben gevochten voor onze democratie. Mijn voorouders vanaf de slavertijd hebben gevochten voor een stukje vrijheid. Weet je, we hebben gevochten, we hebben de prijs betaald om te zijn waar we nu zijn. En die prijs die we betaald hebben, die mijn voorouders betaald hebben, ik wil ervoor zorgen dragen dat mijn